Geachte leden van de Raad van Hardenberg, mensen op de publieke tribune en de luisteraars thuis via de diverse media, van harte welkom op deze raadsvergadering van maandag 26 september 2016. We vergaderen op maandag omdat morgenavond hier een groot sportief evenement is, wat zal starten vanuit het gemeentehuis. Maar er was voldoende materiaal om vanavond bij elkaar te komen. Om deze raadsvergadering te beleggen. Van harte welkom. Ik meld de afwezigheid van de heer Odink, mevrouw Willems van de fractie van de ChristenUnie allebei, en de heer Van der Wel van de CDA-fractie, mevrouw Van Veldhuizen. Die komt eraan, die is onderweg. En de heer Mulder is ook nog onderweg, heeft zijn komst ook aangekondigd. Dat betekent dat wij 31 min 3, 28 personen in de raad hebben. Vader, welkom. Nogmaals, de vergadering is geopend. Vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen, is dan de vraag die ik stel. Mevrouw Hansen van D66. Dank u wel. 11 oktober aanstaande is het de Nationale Coming Out Day. In heel veel gemeentehuizen, maar ook provinciale staten en overheidsgebouwen wordt dan de regenboogvlag gehezen, dan wel een gebouw helemaal in de kleuren van de regenboog geprojecteerd. En wij willen graag een motie indienen om ook in de gemeente Hardenberg deze vlag te hijsen. Akkoord is een motie vreemde orde aan de dag, ingediend door D66. Die komt bij de bespreekstukken. Agenda punt 6, vaststelling bestemmingsplan over windpark De Veenwieken, dat wordt 6a. En dan gaan wij naar 6b en dat gaat de motie worden, de regenboogmotie. Anderen nog over de agenda? Dat is niet het geval. Dan is de agenda hiermee vastgesteld. En dat brengt ons bij het spreekrecht van de agendapunten. Er hebben drie personen zich gemeld om te spreken bij het onderdeel 6a, zoals we dat inmiddels hebben aangekondigd. Dat is de heer Mangoes als eerste, de heer Ringeling en tenslotte de heer Pijlman. Ik ga ervan uit dat zij hier in de zaal inmiddels aanwezig zijn. En ik wou in die volgorde dan ook de heer Mangoes vragen om als eerste het woord tot ons te richten. Ja, u bent er van harte welkom. Volgens mij kent u de procedure inmiddels een beetje. U heeft 5 minuten maximaal. Dat is nu niet het geval. Nee, er is geen laptop op dit moment aanwezig. Het is een besluitvormende ronde, zeg maar. Ik weet niet of uw verhaal dat nu helemaal in de war schopt. Maar met uw eigen vaardigheden achter de microfoon zult u het moeten doen. En daarvoor heeft u 5 minuten. Als u de knop wilt indrukken, dan bent u ook voor iedereen hoorbaar aan de zijkant. Ja. Goed, ik zal proberen. Omdat, veel succes. Ik in het verleden heel vaak de opmerking gehad heb dat het niet te technisch mocht worden. En toen dacht ik dat je met een plaatje sommige dingen wat makkelijker kunt uitleggen. Maar goed, we zullen het proberen zonder. Ik wil 2 dingen aan de orde stellen. 1 is wat ik bij de oriënterende ronde ingesproken heb met betrekking tot de tabel van de bedrijfsvoering, de bedrijfsinstellingen. En als 2e de maximum geluidsniveaus en specifiek voor de L-Night die te verwachten zijn. Bedrijfsinstellingen, tabel 2.2, misschien u allen wel bekend, waarin aangegeven welke turbine in welke periode dag, avond, nacht in welke modus zal draaien. En met name voor de nachtperiode zien we dan dat alle turbines in de modus 2 draaien, behalve turbine 6. En op basis van een abonnement wat in de provinciale staat is aangenomen en ook hier in de gemeenteraad, is toen gezegd dat het eigenlijk zou moeten zonder mitigerende maatregelen. Nou, de tabel geeft aan dat het blijkbaar alleen zou kunnen met mitigerende maatregelen. En ik heb toen ook verzocht om een abonnement in te dienen waarbij de molens altijd in modus 2 draaien, zodat in de techniek is vastgelegd dat er niet voortdurend harder en zachter gedraaid kan worden, om daarmee toch een vrij zekere
bescherming van omwonenden te bieden en ook een hele heldere situatie waarin je aan de hand van het toerental meteen kunt zien of men zich ook aan de afspraken houdt die dan eventueel vastgelegd zijn. Daaraan gekoppeld had ik de vraag om die tabel dwingend vast te leggen, net als bijvoorbeeld ashoogte en de maximale rotordiameter, omdat dan achteraf geen discussie hoeft plaats te vinden of zoiets of we nou wel of niet aan de afspraken voldoen. Ik denk dat daarmee de helderheid van de afspraken en ook het vertrouwen van omwonenden, omdat ze het als het ware zelf kunnen controleren, sterk vooruit zou gaan. In tegenstelling tot de bekende LDEN, die in wezen niet te meten en ook niet echt te controleren is. Het is een rekenmodel en je kunt alleen vragen of het rekenmodel nog een keer doorrekenen. En dan komt er uiteraard, omdat ze dat wel netjes gedaan hebben, hetzelfde uit. En dat is dus wat anders dan vaststellen wat er specifiek aan de gevel gebeurt. Betekent ook dat wanneer iemand klachten heeft omdat hij zegt van nou, het geluidsniveau is veel te hoog, dan kan dat niet onderbouwd worden met metingen. En afgezien daarvan dus, ik zou uiteraard graag weten wat uw besluit daarover geworden is. Maar ik ben ook heel benieuwd eigenlijk naar de motivatie die u daar eventueel voor heeft. En ik hoop dan ook dat woordvoerders straks toch wat toelichting zouden kunnen geven op het stemgedrag. En ongeacht de keuze die u maakt, in ieder geval te bewerkstelligen dat de gegevens van de turbines en niet alleen de productiegegevens, maar ook de instellingen vastgelegd worden, zodat bij een eventuele controle die ook beschikbaar zijn. Dan de maximale geluidsniveaus. Ik heb daar nog, omdat ik van niemand gezien heb dat daar een antwoord op de vragen gekomen zijn die u gesteld heeft, ook in provinciale staten, ben ik zo vrij geweest zelf het nodige rekenwerk te verrichten. En ik heb u daar een mail over rondgestuurd. En ik kom tot de conclusie dat uiteraard 50% van de tijd de L-night ongeveer lager of gelijk zal zijn dan 41. Dat is het kenmerk van het gemiddelde. Daarnaast dat in het gebied van 41 tot 44 dB er ongeveer 10% van de tijd het geval zal zijn. 44 tot 45 dB ongeveer 15% van de tijd. En dat de molen 25% van de tijd in het gebied 45 tot 47 dB zal draaien. En zonder dat ik nou denk dat dat erg technisch is, kan ik u vertellen dat het verschil tussen 41 en 46 zijn de 5 dB betekent dat het lawaai-niveau ongeveer 4 keer zo hoog is. En dat is nogal wat. En dat is niet het enige wat telt, omdat normaal zit je in een gebied 's nachts daar met een geluidsniveau in de orde grootte van 20, misschien 30 decibel. En dat betekent dat wanneer dat in dit geval tot halverwege de 40 oploopt, dat het ontzettend heel veel meer lawaai is, vergelijkbaar met een vliegtuig wat overkomt of een eindloze file auto's die voortdurend bij u de slaapkamer voorbij rijdt. Hoorde daar straks de wethouder zeggen dat de LDN betekent dat het hooguit dus een keer 50 dB zou kunnen worden overdag. Nou, ook dat is een waarde die ik zelf niet onderschrijf. Ik denk dat een niveau van 43 of 53 dB of hoger zeer wel tot de mogelijkheden behoort. En waarom is dat in die nacht nu zo belangrijk? 'S Nachts waait het hardst. Klinkt misschien vreemd, maar ongeveer 45% van de tijd hebben we, zoals dat noemt, een stabiele atmosfeer. Dan is het aan de grond rustig. Op een mooie zomeravond windstil. En juist dan kan het bovenin heel veel meer waaien. En dat betekent dat je dus een situatie krijgt dat je geen achtergrondgeluid hebt, maar je wel een windturbine die op dat moment op zijn maximale vermogen ook het maximale geluid produceert. En daarom zo verschrikkelijk duidelijk hoorbaar zal zijn. En dan zien we ook dat het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie adviseren dat je eigenlijk een L-night zou moeten hebben van 40 dB. En waarbij een niveau waarbij bijna geen slaapverstoring zal optreden. En dat ze adviseren dat je in ieder geval niet boven de 45 dB gaat, omdat daar ernstige hinder zal optreden. Is het mogelijk dat u tot een afronding komt? Ik kom tot een afronding. Van den Berg, ik had een aantal verwijzingen bij de mail toegevoegd.
een aantal links, daar had u kunnen zien wat het betekent. Die werkte in de tijd aan de Universiteit Groningen. Heeft daar onderzoek gedaan aan het geluid van windturbines. Die werkt nu bij de GGD in Amsterdam. En die komt tot de conclusie dat met name op het platteland, en dat zet hij er uitdrukkelijk bij, in een geluidsniveau 40, 45 L night, we rekening moeten houden met 30% mensen met slaapverstoring. En dat is gewoon ontzettend veel. En ja, misschien dan nog een slotopmerking. De wethouder vroeg zich vorige keer af of je draagvlak zou kunnen afmeten aan het feit dat er 22 zienswijzen waren ingediend van ongeveer 220 omwonenden. Hij liet zich er niet over uit of dat nou wel of niet maatgevend was. Maar in diezelfde trant doorredenerend zou ik u willen vragen ook eens na te denken over uw duurzaamheidstoestelling. Als je ziet dat er in de gemeente Hardenberg minder dan 10% zonnepanelen is geplaatst. Dank u wel. Zijn er nog vragen, met name over de tabel, of die niet duidelijk was of te technisch? U haalt bij de woorden uit de mond. Ik wilde net aan de raad vragen of er nog vragen zouden zijn, maar gelegenheid graag geven aan u. Dat is niet het geval. Ja, no. De heer Mulder. De heer Mulder. Kan meneer Mangens aangeven, dat kan heel kort, voldoet dit windpark aan de wetgever van Nederland? Niet zo lang, maar ook met ja en nee. Hij voldoet omdat de normen daar specifiek op aangepast zijn. Aan de industrie lawaai zou die niet voldoen. En het is een industriële opstelling. Akkoord. Andere vragen nog? Dat is niet het geval. Dan wil ik u danken voor uw bijdrage. Goed, dan hoop ik u duidelijk gemaakt te hebben waartoe u gaat besluiten. Ja. Dank u wel. We gaan zo het debat voeren. Er is een tweede inspreker, dat is de heer Ringeling. En ook aan hem het woord achter de microfoon. Met het verzoek ook zo circa 5 minuten te benutten, mocht dat nodig zijn. Dames en heren, ik had hier vanavond niet willen staan. Net zo min als ik 2 weken geleden in de Staten had willen staan. Toen heb ik de heer Mangens vervangen. En het is de schuld van de heer Meulink van het CDA dat ik hier vanavond toch sta. De heer Meulink heeft mij in die oriënterende ronde namelijk gevraagd hoe ik er tegenover zou staan om slagschaduw geheel op te heffen door een deel van de KGO-gelden daarvoor aan te wenden. Nou, dat leek mij bespreekbaar. Maar je kunt erover twijfelen of die KGO-gelden daarvoor wel kunnen worden ingezet. Om daar iets meer over te weten, heb ik vorige week bij 27 van de 30 meetpunten een brief in de bus gedaan met de vraag hoe men hierover denkt. Van deze 27 meetpunten zijn er 19 die voordat de slagschaduw werd begrensd tot 6 uur per woning per jaar te maken zouden krijgen met slagschaduw variërend van 42 minuten tot ruim 20 uur per jaar. Ik heb van die 27 brieven 16 reacties ontvangen. Op één na allemaal van bewoners die daadwerkelijk slagschaduw zullen gaan ervaren. En het is duidelijk dat degenen die geantwoord hebben heel graag de slagschaduw totaal zien verdwijnen. Maar tegelijkertijd heerst er nogal wat verontwaardiging. Uit het memo dat recent aan uw raadstukken is toegevoegd, blijkt dat het vermijden van alle slagschaduw 39.000 euro per jaar kost. De verontwaardiging spitst zich met name toe op het feit dat initiatiefnemers 10 windturbines neerzetten. Die leveren hun een flink financieel rendement op, maar die veroorzaken ook overlast met betrekking tot geluid en slagschaduw bij de omwonenden. En nu wordt dus aan ons gevraagd om het geld dat bedoeld is om daar iets voor te compenseren, het KGO-geld of ook participatiegelden, om dat geld terug te storten naar de veroorzakers van de overlast, zodat die hun financieel rendement niet zien zakken. Dat is toch wel min of meer de omgekeerde wereld. We hebben een principe dat zegt de vervuiler betaalt. Nou wil ik hier niet van een vervuiler spreken, ik zal dat mitigeren. De veroorzaker betaalt, dat lijkt me volstrekt terecht. Hoewel ik er persoonlijk wat minder moeite mee heb hoor, als een deel van dat KGO-geld op deze manier zou worden ingezet, en met mij een aantal andere omwonenden. Maar dan moet er toch in eerste instantie gekeken worden hoeveel ruimte er zit in de exploitatierekening. En als het goed is, heeft u daar inmiddels inzicht in gekregen en kunt u dus beoordelen of onze wensen binnen het kostenplaatje passen. En ook zal er gekeken moeten worden naar de vergoedingen
die grondeigenaren jaarlijks zullen ontvangen voor het plaatsen van een turbine op hun land. Immers de initiatiefnemers en de grondeigenaren horen in principe de kosten op zich te nemen, want zij zijn de veroorzakers van de overlast. En mocht het nou zo zijn dat u geen inzage heeft gehad in de exploitatierekening van de initiatiefnemers en dus niet weet welk financieel rendement ze gaan behalen, dan behoort u naar mijn stellige overtuiging vanavond geen beslissing te nemen over de plannen. U kunt dus per amendement verplichten dat er geen slagschaduw mag worden opgetreden op de panden van een wonende. Maar hetzelfde kunnen we bedenken voor de geluidsmaatregelen. De heer Magnus heeft u net verteld dat er 's nachts maar liefst 30% ernstige overlast kan optreden voor slaapverstoring. 30%, dat doe je je burgers toch niet aan. En uit het memo waar ik net aan refereerde, blijkt dat het verminderen van geluidsoverlast door alle windturbines altijd in modus 2 te laten draaien 57.000 euro per jaar gaat kosten. Ik blijf van mening dat het beter is om een vaste geluidsnorm te stellen en te zeggen, het mag 's nachts niet meer dan 41 dB zijn. Het moet overdag niet meer dan 47 dB zijn. Maar ik denk niet dat ik daarvoor de handen op elkaar krijg. Ik heb daar tenminste de afgelopen 6-7 jaar over gesproken en het niet voor elkaar gekregen. Ik blijf wel zeggen, we wonen in een stil gebied. De Raad van State staat toe dat u maatwerk levert. U mag andere regels hanteren dan de LDN 47 en de LDN 41. Waarom doet u dat dan niet? Het is een stil gebied. U heeft die mogelijkheid. Dus u kunt een amendement indienen. Naar mijn overtuiging zou het beste zijn om te zeggen een vaste geluidsnorm van 47 dB overdag en 41 s'nachts. Of u kunt een amendement indienen dat alle turbines te allen tijden in modus 2 moeten draaien. Dat is minder gunstig dan wat ik eerst voorstel. Maar goed, het is in elk geval wat. Om te eindigen. Geluidsoverlast en slagschaduw. Dat zijn grote bronnen van ellende voor omwonenden van windparken. U heeft als raad nog steeds de mogelijkheid om ernstige geluidsoverlast en slagschaduw tegen te gaan. Door de initiatiefnemers te verplichten, slagschaduw te vermijden en geluidsoverlast te beperken. Dat gaat, als u mijn manier van denken volgt, hem bijna 100.000 euro per jaar schelen. Dat lijkt veel geld. Maar in vergelijking met de bedragen die gemoeid zijn met de exploitatie van een windpark en met de vergoedingen die aan grondeigenaren worden betaald, moet dat haalbaar zijn. Ik dank u. Dank u wel. Meneer Ringelen, voor uw bijdrage. Vragen vanuit de zijde van de raad. Op dit moment. De heer Botter op Poespenu, D66. De heer Botter. Dank u wel, voorzitter. In uw inleiding zegt u te betwijfelen of de KGO-gelden wel besteed kunnen worden voor het opheffen van slagschaduw. En mijn vraag aan u is, waarom betwijfelt u dat? De tweede vraag die ik aan u wil stellen, dat gaat over de exploitatierekening waar u aan refereert in uw betoog. En die hebben wij als fractie niet gezien. Bedoelt u misschien de exploitatieovereenkomst? Oké. Wat die KGO-gelden betreft, er is een eerder overleg geweest. En daar hebben omwonenden aan deelgenomen, maar ook vertegenwoordigers van de land- en tuinbouw en van natuurbescherming. En die blijken totaal verschillende ideeën te hebben, alle drie, over wat je met die gelden zou kunnen doen of moeten doen. En er is bijvoorbeeld voorgesteld door omwonenden die daar toen zaten, dat was in de tijd dat er nog sprake van was dat je zelf voor glasvezelaanleg 2500 euro moest bijdragen. Dan zei, nou laten we dan die KGO-gelden besteden om glasvezel mogelijk te maken in ons buitengebied. Maar dat werd dus afgewimpeld, want daar zijn die gelden niet voor bestemd. Het heet kwaliteitsimpuls groene omgeving. Nou kun je het misschien zeggen, als wij slagschaduw kunnen vermijden, dan is dat een groene impuls voor de omgeving. Dus misschien is dat dan wel haalbaar. Maar je blijft zitten met het probleem dat de natuurbeschermers en de land- en tuinbouworganisatie iets heel anders willen. En het probleem daarbij is dan weer dat als je er niet uitkomt met z'n allen, dan wordt de kring verruimd. Dan mogen andere mensen ook mee gaan praten over wat zij met het gebied willen, met het KGO-geld. Nou, daar ben ik heel erg tegen, want dat zou betekenen dat misschien mensen die hier in Hardenberg wonen plotseling gaan bepalen wat daar in Dedemsvaart-Zuid en Ommen-Noord moet gebeuren. Dus dat is geen goede manier van doen.
Hetzelfde geldt trouwens voor participatiegelden. Dat vind ik eigenlijk nog riskanter. Dat heb ik dan nu hier niet zo genoemd, maar dat geldt wel. Degenen die het dichtst bij de turbines wonen, die krijgen een stroomkorting. Die krijgen iets van 1200, 1300 euro korting op hun stroomrekening. Wie verderop woont, krijgt veel minder. Nou, dat lijkt heel eerlijk en reëel, maar er zit een groot probleem in. Ik denk dat de mensen die om het park heen wonen, die 30 meetpunten, die zullen waarschijnlijk zeggen, ja, ik ga helemaal niet participeren. Dat ontneemt mij de kans om naar de Raad van State te stappen. Dus ik ga niet participeren. En die 1300 euro, wat is dat in verhouding tot de waardedaling van mijn huis? Begin er niet aan. Maar als je nou eens op 1,5 kilometer woont en je denkt van, ja, ik heb geen slagschaduw. Nee, ja, het geluid neemt kwadratisch af met de afstand. Het zal voor mij wel meevallen. Doe mij die paar honderd euro maar. Op die manier verpest je de hele sociale samenhang in een buurt. Dus ik ben daar echt heel erg tegen. Ik vind dat een slechte manier van doen. Uw tweede vraag. Dat was die exploitatieovereenkomst. Nee, ik had het niet over de exploitatieovereenkomst. Ik heb het over de exploitatierekening. Ik neem aan dat het college die exploitatierekening gezien heeft. En als dat zo is, dan heeft u het recht als raad om ook die cijfers in te zien. En ik vind dat essentieel, want op het moment dat je gaat praten over amendementen voor geluid of voor slagschaduw, dan gaat dat ten koste van het rendement, financieel rendement van de initiatiefnemers. Kan dat uit, ja of nee? Zolang u die exploitatierekening niet gezien heeft, weet u dat niet. En als dadelijk de wethouder misschien zegt, ik heb hem wel gezien, het is dik in orde, dan hoeft u wat mij betreft niet op zijn blauwe ogen te geloven. Dus ik vind het essentieel dat u die cijfers ziet. Dat u kunt zien hoeveel geld er aan die grondeigenaren gaat. Dat u kunt zien hoeveel geld er daadwerkelijk gewonnen wordt bij welk rendement. En als u die cijfers niet heeft en als u daar niet naar gekeken heeft, dan denk ik dat u dus geen beslissing moet nemen vandaag. Akkoord. Dank u wel voor de toelichting op de vragen die zijn gesteld. D66, de heer Rotmans. Ja. Dank u voor de beurt. Echter, mijn vraag is ook al inmiddels beantwoord, dus dank u daarvoor. Oké. Akkoord. Dank voor uw inbreng. Prima. Tot slot, de heer Pijlman. Als derde en laatste inspreker. En u kent de spelregels inmiddels. Ja. Goedenavond. De vorige keer dat ik hier stond, heb ik u willen attenderen op de participatie, het participatievoorstel. Ik heb toen de avond met veel aandacht gevolgd en ook de dag daarna in de provincie. Zag ik een ongelooflijke scherpte in vraagstelling vanuit verschillende partijen. Daar waar het gaat om maximaal dB en ook van joh, we willen dit op zich wel, maar participatie, ja, het is wel erg kort door de bocht, daar moet iets anders komen. Dus wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in dat het vanavond helemaal goed gaat komen. Er werd ook de suggestie gewekt dat het er allemaal een beetje doorheen gedrukt werd. En inderdaad, inmiddels loopt dit hele traject 12 jaar. En daar zit ook wat mij betreft nog even een paar punten van aandacht. Iedereen stelde de vraag, wat is nou eigenlijk het maximaal dB? Dat heb ik, ik had dat ook. En ik ben zo vrij geweest om een contra-expertise te laten doen door Antea. Nou, die gaf aan dat het onderzoek, zeg maar het akoestisch onderzoek, nou, er op zich keurig uitziet. Maar dat er één aspect is wat ik graag wil dat u in uw besluitvorming meeneemt. En dat is het maximale dB en dan met name in de nacht. Daar zal, ook al door de vorige spreker aangegeven, daar zal zeker in rustige nachten waar de wind op een wat hogere hoogte hard waait, niet 50 dB zijn en daar merkt u niks van. Nee, dat zal ongeveer 50 dB zijn en daar merkt u het nodige van. Twee, op het moment dat u besluit om door te zetten, wil ik u ook graag attenderen op het idee van waarborgcommissie. Daar werd in de gemeente gezegd van ja, prima dat daar één nummer komt. In de provincie was het idee van nou, goed idee dat we die waarborgcommissie. En wat wij heel graag zouden willen, is dat die waarborgcommissie, dat die ook de loggegevens, zoals die straks door de producent van de rotor, wordt aangeleverd om daar wat dat betreft in mee te kunnen kijken. Dus dat staat al vermeld in artikel 13.5, maar dat zouden wij belangrijk vinden dat dat goed komt.
Ja, en dan de opmerking van waarop de wethouder de vorige keer zei van ja, weet je, het schaap moet geschoren worden. Het duurt nu 12 jaar. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Wat wel een beetje zuur is, dat in de provincie Noord-Holland inmiddels vanuit veiligheid en ook vanuit nieuwe inzichten er een aanpassing is gedaan op de wet geluidshinder of wet ruimtelijke ordening, waarbij nu een minimale afstand van 500 meter is aangegeven. En wat ook ontzettend zuur is, is dat er nu kijkend naar cumulatieve zeg maar geluid, we aan de vooravond staan van een nieuw besluit waarin zeg maar nieuwe parken wellicht op een andere manier bekeken gaan worden. Dus drie dingen. Geluid in de nacht, de bevoegdheden van de waarborgcommissie en ja, de laatste inzichten die al geleid hebben tot beleid. En dan het laatste, mijn motivatie was groot om hier te spreken. Er werd aangesproken door een raadslid. Zei van joh, ik had veel willen doen, maar het lukt allemaal niet. En zo gaat het door. Dus ik hoop dat dit nog invloed heeft. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Wellicht zijn er nog vragen die zijn opgeroepen. Dat is niet het geval. Dan wil ik u ook bedanken voor het inspreken bij het volgende agendapunt waar we nu aan toe zijn, bijna althans. Want we hebben eerst nog een actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door naar agendapunt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 september. Jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Het verslag geeft ook nu geen aanleiding tot het maken van een opmerking. En dan kunnen we dat aldus vaststellen. Zoals gezegd, dan komen we nu bij de bespreekstukken. Agendapunt 6a. Bestemmingsplan, beeldkwaliteitscriteria en het verlenen van de omgevingsvergunning voor het windpark De Veenbieken. De insprekers spraken er al over. Ik wou voorstellen om de bijdrage op volgorde van grootte te doen, gezien ook het onderwerp. En dat betekent dat we beginnen bij de CDA-fractie. We beginnen bij de grootste fractie en we eindigen bij de kleinste fractie. Het woord is aan de heer Van der Valk. Voorzitter, dank u wel. Dit agendapunt vaststellen bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning voor windpark De Veenbieken. Dit betreft een onderwerp waarvoor ik persoonlijk al heel lang woordvoerder voor het CDA ben. De CDA-fractie hier in Hardenberg. 2 weken geleden waren mijn vrouw en ik op vakantie, dus ik heb wat gemist. Voorzitter, voor het eerst heb ik dan ook met veel interesse de complete zitting van de oriënterende ronde, heb ik het videoverslag bekeken. Dat is leerzaam. Wat mij dan opvalt is de geweldige betrokkenheid en inzet van velen bij dit project. Omdat ik niet bij die discussie aanwezig was, durf ik wel een paar complimenten te geven aan die betrokkenen. Dit geldt de insprekers. De heer Koopman, de heer Magnus, vanavond ook weer aanwezig. Die hebben zich gedurende vele jaren ingezet, ook andere insprekers, met name mensen die direct betrokken zijn als inwoner in de omgeving. Complimenten van mijn kant voor de manier waarop zij zich hebben ingezet voor hun belangen. Maar ook complimenten indirect voor de initiatiefnemers, die gedurende al die jaren de nodige flexibiliteit in hun opstelling hebben getoond. En ook een positief geluid richting de commissie MER. Die is heel kritisch geweest, maar hebben uiteindelijk toch een positief advies over de voorliggende MER-studie gegeven. Voorzitter, de fractie van het CDA heeft een en andermaal uitgebreid gediscussieerd over deze plannen. Voor ons is het helder, we hebben niet in detail de financiële gegevens gekregen, maar we hebben wel het beeld dat de rek bij de initiatiefnemers er wel uit is. Het plan voldoet, en zo net gaf de heer Magnus dat ook nog aan op vraag van de heer Mulder, voldoet aan de wettelijk gestelde normen.
Een verdere reductie van het geluid of van de slagschaduweffecten zou misschien de business case in gevaar kunnen brengen. Inmiddels zijn de molens beperkt van hoogte, conform de wensen ook vanuit deze raad, zoals in 2014 aangegeven. Dat betekent al minder energieopbrengst en minder overlast. Ook de radarbezonjes en de onderlinge afstand van de molens hebben hun invloed op de potentiële productie. Als CDA-fractie ondersteunen wij het duurzaamheidsbeleid van deze coalitie. En wij willen de gestelde doelen, 14% duurzame energie in 2020, ook halen. En we zien dat dit project daarin een onmisbare schakel vormt. Voorzitter, het voorgestelde participatiemodel voorziet in een budget van iets meer dan 100.000 euro beschikbaar voor de direct omwonenden. De inspreker zo net, de heer Peilman, refereerde daar ook nog aan. Afgezien van de mogelijke planschadeprocedure, want daar kan ieder die zich geschaad voelt zich voor melden, vinden wij dat dit participatiefonds beperkt is qua budget. Dat roept bij ons de vraag op hoe wij direct omwonenden nog iets meer tegemoet zouden kunnen komen zonder het financiële rendement van het project verder onder druk te zetten. Omdat naast het participatiefonds ook nog een bedrag van 352.000 euro beschikbaar komt voor de inzet in het kader van de kwaliteit groene omgeving, de KGO-gelden, willen wij het college daarom vragen zich in te zetten, uiteraard in goed overleg met het college van GS van de provincie, een deel van die KGO-gelden te benutten voor maatschappelijke doeleinden in de directe omgeving. Het is eerder al eens gezegd, de provincie gaat over de mogelijke invulling van die KGO-gelden. Maar wij hebben begrepen dat vanuit de provincie, ook de naam van de heer Beulink is zo net ook al genoemd door de heer Ringeling, die is daar ook nadrukkelijk initiatiefnemer in geweest. We hebben begrepen dat vanuit de provinciale staten van de provincie wordt overwogen om een dergelijke inzet van KGO-gelden middels een motie mogelijk te maken. Nou, als de provincie dat wil, dan zouden wij dat natuurlijk ook moeten willen. Wij als CDA overwegen daarom een motie in te dienen met dezelfde strekking zoals een motie die de komende woensdag in de provinciale staten zal worden ingediend. En ik citeer even het dictum van die motie. We roepen het college van Hardenberg op om een deel van de KGO-gelden en een deel, dat noemen wij 100.000 euro, in te zetten voor maatschappelijke doeleinden in het gebied. Hierover met het college van GS in overleg te treden om binnen de kaders van het bestaande Overijsselse beleid te kunnen opereren. Met, om en aanwonenden in een klankbordgroep en waarborgcommissie. En dat is zo net ook al een aantal keren genoemd. En volgens mij is al klippenklaar door de wethouder toegezegd dat die commissie er komt. Wat ons betreft en ook wat het college betreft. Dat even terzijde. Maar om met aanwonenden in een klankbordgroep en waarborgcommissie in overleg te treden over de inzet van die gelden. Met om en aanwonenden in een klankbordgroep, CQ Waarborgcommissie, de optie te bespreken om de gelden voor participatie en maatschappelijke doeleinden in te zetten om geluid en of slagschaduw verder te reduceren. En het aan de aan- en omwonenden over te laten deze optie te benutten of te kiezen voor andere vormen van participatie, bijvoorbeeld obligaties of stroomkorting. Voor zover de motie. U had het erover dat u overwoog om deze motie in te dienen. Die wordt bij deze, neem ik aan, ingediend. Hoe moet ik dat duiden? Wij houden op dit moment deze motie nog achter de hand. Maar we willen daar graag een reactie zowel van het college op hebben. Op dit voorstel. De motie ligt ook bij het college, heb ik begrepen. Zowel als van de collega's hier in deze raad. Akkoord, dus u heeft hem, ik concludeer dat u hem niet heeft ingediend. Ik heb hem nog niet ingediend. Kan u wel een vraag ter verduidelijking stellen? Mondeling toegelicht. Ja, ik heb hem nu alvast mondeling toegelicht en wij overwegen hem nadrukkelijk in te dienen. Maar we wachten nog even de reactie van de collega's en van het college af. Meneer Van der Valk, heeft u
Ja, dus een vraag ter verduidelijking. Ook overleg gehad met de omwonenden hoe zij hier tegenaan kijken? Voordat u de motie heeft opgesteld of hoe u het dan noemen wilt? Ik heb heel nadrukkelijk kennis genomen van alle inspraken die er geweest is en ook de insprekers bij de oriënterende ronde. Maar tussentijds heb ik niet meer overleg gehad met de omwonenden, meneer Bak. Meneer de voorzitter? De heer Mulder. Maar wordt de motie nu wel ingediend of wordt die niet ingediend? Want dan is het wel verdraaid lastig voor ons om daarop te reageren, want de motie is niet aan de orde. En de motie op zich is niet aan de orde, maar ik heb de heer Van der Valk wel iets in zijn bijdrage horen zeggen waarin hij wel een uitnodiging doet aan de fracties om erop te reageren. Ik wil hem u nog wel een keer toelichten, meneer Mulder, hoor, nee. Maar ik denk dat het u heel duidelijk is en ik wil graag een reactie van u hebben hoe u tegenover zo'n motie zou staan. Ja, maar stel je voor dat de wethouder zegt van ik neem de hele motie over. U hebt hem dictum al voorgelezen, ja. Dan heeft het al geen zin meer. Nee, maar de wethouder dus zal ook niet zeggen dat hij de motie overneemt, want er is geen motie. Nou ja, nee, dat is dus het lastige. Dat is het lastige. Ik bedoel, volgens mij is het niet lastig. Er is geen motie. Maar u heeft in uw bijdrage wel een aantal dingen gevraagd. U roept toch een discussie op. En u vraagt het niet alleen aan de fractie, maar u hoopt dat het college ook luistert en daar een reactie op zal geven. Ik ga ervan uit dat het college luistert, voorzitter. Ja, dat vind ik een terechte constatering van uw zijde. Ja. Dat is goed. Akkoord. En ik wacht even met belangstelling de reacties af. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Even een verduidelijkende vraag. Mogelijk heb ik iets gemist, maar het doel van de gelden is mij niet helemaal helder. Maatschappelijke doeleinden. Kunt u dat wat nader toelichten voor mij, alstublieft? Dat heb ik genoemd in een van de bullets die ik net aangaf. Om met om- en aanwonenden in een klankbordgroep, CQ-waarborgcommissie, die optie te bespreken. Om de gelden voor participatie en maatschappelijke doeleinden in te zetten om geluid en of slagschaduw te reduceren. Of anderszins, als men daar de voorkeur aan geeft, om een andere vorm van participatie te kiezen. Voorzitter, met uw welbevinden blijft die term maatschappelijke doeleinden mij wat vaag dan. Maar ik snap dat u dat in overleg met de directe doelgroep dan wil doen. Zo staat het wel op papier, als u dat goed hebt kunnen onderzoeken. Ja, okay, maar de intentie van dat papier is mij dus niet zo helder. Maar goed, dank u. Akkoord. De heer Botter. Als de heer Van der Valk van het CDA aan het eind van zijn betoog is gekomen, zou ik hem graag twee vragen willen stellen voordat hij wegloopt, voorzitter. Volgens mij was de heer Van der Valk klaar met zijn betoog. Nee, ik ga afronden, ben voorzitter. Ik nog niet klaar. Nee. Okay, die indruk was er al, voorzitter, vandaar die opmerking. Oké, okay, dat is terecht. Voorzitter, ik hoop van harte, en dat meen ik ook, dat na deze week met besluitvorming in deze raad, vandaag en woensdag in de provincie, duidelijkheid ontstaat in de discussie rondom dit project. Een discussie die niet 12 jaar geleden, maar al vorige eeuw eigenlijk is gestart. En ik hoop ook dat met de genomen besluiten zoveel mogelijk recht gedaan wordt, zowel aan de belangen van de omwonenden, de belangen van de initiatiefnemers, als wel ook aan de belangen van de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel. Dank u wel. Dank. Dan ga ik nu opnieuw naar de heer Botten. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, aan het begin van zijn betoog meldde de heer Van der Valk dat, en ik citeer letterlijk, de rek er wel uit is bij de initiatiefnemers. Een heel opmerkelijke passage in zijn toespraak. Wij zouden van de heer Van der Valk graag willen weten waar hij die uitspraak op baseert. Ten tweede hebben we een vraag over de niet ingediende motie, maar die wel mondeling is toegelicht. En dat gaat over de punten die u in de motie heeft verwoord, meneer Van der Valk. Tegen de achtergrond dat wij al 12, bijna 14 jaar bezig zijn. Iets langer. Ja, iets langer. Zijn wij al zo lang bezig en mijn vraag aan u is eigenlijk, waarom nu op dit moment eigenlijk de inbreng van die motie, terwijl u 12 jaar lang uw invloed ook vanuit de coalitie heeft kunnen aanwenden om die zaak aan de voorkant af te hechten. En nu zitten we aan de achterkant straks, met alle respect, te prutsen. Is dat niet ontzettend jammer eigenlijk? Voorzitter. Twee vragen voor de heer Van der Valk. Ja. Ja, graag een reactie. In eerste plaats op
Het businessmodel, ik heb gezegd, lijkt de rector uit te zijn. Ik weet het ook niet in detail, meneer Botter, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar er is al zoveel bewogen, er is al behoorlijk wat ingeleverd, dat wij hebben de indruk dat de rector wel een beetje uit is. Nou, als u een andere indruk hebt, dan hoor ik dat graag. Voorzitter, mag ik daar even naar vragen? Ja, de heer Gelling daarop reageert. Wat mij intrigeert, meneer Van Valken, want u zegt, ik denk dat de rector uit is en daardoor bent u niet genegen om aan de voorstellen tegemoet te komen van de insprekers. Maar stel nou voor dat onverhoopt de wethouder straks aangeeft dat die rector nog helemaal niet uit is, dat er nog voldoende middelen over zijn in het businessmodel. Moet het uit constateren dat uw fractie dan wel genegen is om tegemoet te komen aan het wegnemen van slagschaduw en aan geluidshinder? Als dan vragen heb ik altijd een beetje moeite mee, meneer Gelling. En, maar u zegt zelf, dat ik zal er wel uit zijn. Nou, dan vraagt u bijna om een als dan vragen. Nou ja, die stelt u. En ik wacht dat gerust af. En als die situatie zich zo voor zou doen, dan zullen we dan reageren naar onze bevindingen. Akkoord. Er lag nog een tweede vraag. Tweede vraag van meneer Botter, van waarom nu? Dat geldt ook voor de omwonenden. Het participatiegebeuren is altijd een beetje een heikel punt geweest. Men gaf ook aan als omwonenden van wij willen nog niet in die discussie betrokken worden, want dan voelen we ons medeplichtig worden, om het zomaar eens te zeggen. Ik weet niet of ik het goed citeer, maar dat beeld dat leefde een beetje. Er werd net nog genoemd van als wij gaan participeren, dan mogen we niet meer in bezwaar gaan. Nou, ik heb nadrukkelijk begrepen overigens van de behandeling vorige keer, dat ook al maak je bezwaar, je nog uitstekend kunt participeren en omgekeerd. Dat staat elkaar niet in de weg. En het hele participatiegebeuren is dus naar het eind toe verschoven door alle betrokkenen. Vandaar ook dat wij er nu de vinger op gaan leggen. Akkoord, dank voor uw beantwoording van de vragen. Dat was de bijdrage van de kant van het CDA. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie. Het woord is aan de heer Mulder. Ik merk op dat mevrouw Kloekhorst de raadsvergadering gaat verlaten. Dat heeft zij aangekondigd in verband met andere verplichtingen elders. Dank u wel, voorzitter. Vanavond ligt de vaststelling van het bestemmingsplan en de wildkwaliteitscriteria en het verlenen van de omgevingsvergunning voor met betrekking tot windpark de Veenwieken. Meneer Van der Valk had er ook al over. Dit proces kent reeds een lange geschiedenis. In 2004 is er een onderzoek geweest naar de mogelijkheden voor windenergie in Overijssel. En hierbij kwam het gebied van Delensvaart Zuid en Ommen Noord als een gebied wat zeer kansrijk was naar voren. Een aantal jaren is het vervolgens geparkeerd in de veronderstelling dat er andere vormen van duurzame energie zouden komen, zoals bijvoorbeeld bio- en mestvergisters, wat eigenlijk nooit van de grond gekomen is. Zo zijn de plannen om te komen tot windenergie in 2009 weer opgepakt en is er gekeken in het gebied waar de windmolens eventueel geplaatst zouden kunnen worden. Vervolgens is het gebied ingedikt en ligt het bestemmingsplan en het inpassingsplan voor, waar dan 10 windmolens geplaatst zullen worden. Er is in de beleving van de fractie van de ChristenUnie de afgelopen jaren zorgvuldigheid betracht. Het bestemmingsplan is zeker niet met stoom en kokend water tot stand gekomen. De wethouder heeft in de oriënterende ronde uitstekend de stappen verwoord welke door de jaren heen gezet zijn. Tevens zijn er vele zienswijzen door de omgeving ingediend op de plannen die er waren en zijn de plannen op onderdelen bijgesteld. Ook de insprekers verdienen een compliment te krijgen. Ook zij komen goed op voor de omgeving en geven hun mening daarover. Maar ook de initiatiefnemers hebben open kaart gespeeld door inloopbijeenkomsten te organiseren en nieuwsbrieven uit te geven. Om op deze manier de omgeving op de hoogte te houden welke stappen er steeds werden gezet. En er is terdege naar de omwonenden geluisterd. Geluid, slagschaduw, gezondheid, participatie waren steeds in beeld en is voortdurend aandacht voor gevraagd en rekening mee gehouden. Ook zijn ashoogtes en tiphoogtes gemaximeerd. En tevens wordt er in de casus uitgegaan van een zeer stille windturbine. Dat is in de diverse rapporten nadrukkelijk te lezen.
dat de diverse insprekers daar nog verder in willen gaan dan de wetgever van de gemeente eist, is natuurlijk de vrijheid die wij in Nederland kennen. Maar de gemeente Hardenberg en ook mijn fractie heeft zich geconformeerd aan de duurzaamheidsdoelstelling vanuit de Rijksoverheid. En dat is die 14% duurzame energie waar meneer Van der Valk het ook al over had. En dat te bereiken in 2020 en zelfs 16% in 2023. Voorzitter, de gemeente Hardenberg zit nog bij lange na niet op die doelstelling. Moet dit dan gebeuren, kosten wat het kost? Nee, zo zit mijn fractie er ook niet in. Maar mijn fractie is wel van mening dat daar waar zich mogelijkheden voordoen, deze wel benut moeten worden. En de mogelijkheid doet zich voor in dit gebied. En natuurlijk is het een feit dat de te plaatsen windmolens permanent in het landschap aanwezig zullen zijn. En dat de omgeving deze ook zal waarnemen. En mocht dit de waarde van woningen en andere gebouwen dusdanig aantasten, dan kennen wij in Nederland plantschade. En daar kan een beroep op worden gedaan. De fractie van de ChristenUnie kan met de informatie van de wethouder die de afgelopen week heeft gegeven over het geluid, de slagschaduw, de klankbordgroep of, zo u wilt, de waarborgcommissie en de handhaving, kan men verder mee. Echter wil mijn fractie nog wel de vinger leggen bij het participatiemodel en daar had meneer Van der Valk er ook al over. Er is een participatiemodel, maar mijn fractie roept het college en gedeputeerde staten op om samen in overleg met de initiatiefnemers om de participatie voor de omgeving te verruimen. Mogelijkheden zitten er wellicht in om een gedeelte van de kwaliteitsimpuls groene omgeving daarvoor te gebruiken. Maar ook in gesprek te gaan over de obligaties. Want het meeparticiperen in de eerste schil is toch wel marginaal. En mijn fractie zou de initiatiefnemers oproepen om deze significant te verruimen. Wij gaan daar niet over, maar hebben daar wel een mening over. En hierop zouden we graag een reactie van de wethouder willen hebben. Of hij zich daar sterk voor wil maken. Voorzitter, ik rond af. De fractie van de ChristenUnie hoopt dat de provinciale staten ook akkoord gaat met dit voorstel. Dan is er duidelijkheid voor dit gebied en kan er invulling gegeven worden aan het participatieproject. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Geen vragen, constateer ik. Dat betekent dat we naar de fractie van de VVD gaan. Het woord is aan de heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Mijn collega's refereren er al aan. Het is ruim 12 jaar inmiddels in behandeling, de Veenwieken. 12 jaar, waar is die 12 jaar goed voor geweest? Is het goed geweest voor de initiatiefnemers, voor de omwonenden, voor de gemeente? Onze conclusie is nee. Het is uiteindelijk voor niemand goed geweest. Is het een zorgvuldig proces geweest? Als we wegen naar tijd, is het een zorgvuldig proces geweest. Is dat uiteindelijk de manier hoe het had moeten gaan met de inzichten van nu? Naar onze mening niet. Maar achteraf kijk je figuren de koe in de kont. Voor de VVD is dit dossier een behoorlijke worsteling. Want we praten al ergens over. Van ons wordt vanavond verwacht dat we het juiste doen. Maar wat is het juiste? De inwoners, de omwonenden, die heel nadrukkelijk een oproep richting ons gedaan hebben. Over geluid, over gezondheid. We praten al ergens over. Maar aan de andere kant ook de duurzaamheidsdoelstelling. Dat is belangrijk. Die afweging wordt vanavond van ons gevraagd. Wij als VVD hebben ook de duurzaamheidsdoelstelling voor 2020 en verder geaccepteerd. Wij staan voor duurzaamheid. We staan ook voor participatie. En hoe breng je dat met elkaar op lijn? In onze mening is er te veel over elkaar en te weinig met elkaar gesproken. En dat maakt dat we hier een proces hebben dat lang geduurd heeft. We kunnen de lering uittrekken. Daar wil ik straks op terugkomen. En als ik nu kijk hoe het ervoor staat en hoe we verder moeten, dan is dat lastig. Een collega van D66 zal straks ook een motie indienen. En wij opteren echt weer voor het gesprek met elkaar. En ook niet als politiek nu meteen de kaders aangeven van wat er moet gebeuren. Laat het gesprek plaatsvinden. En een waarborgcommissie is een optie die wat ons betreft goed werkbaar is. Maar moet dat tot in
einde van jaren blijven? Nee. We moeten terug naar vertrouwen. We moeten terug naar het goede gesprek met elkaar. Dus daar moet een, wat ons betreft, tijdscomponent aan gekoppeld worden. Want uiteindelijk moet het de overheid zijn die betrouwbaar is. Uiteindelijk moet de burger terecht kunnen bij de overheid. En moet het zo zijn dat als er iets bevonden wordt, of als iets niet in orde is, dat de burger zich daar kan melden. De overheid is verantwoordelijk. Dus die zorg hoort te liggen bij onze overheid. De burger moet daarop kunnen vertrouwen. Nou, als ik dan nu kijk naar het plan Veenwieken. En ik zeg het misschien een beetje scherp, maar dan hebben we een plan wat vis nog vlees is. Want uiteindelijk hebben we een plan met 23, zoveel megawatt. We hadden zoveel meer had kunnen zijn. Dus we halen onze duurzaamheidsdoelstelling met dit project ook nog niet. We hebben aanvullende projecten nodig. Tijdsgeest is veranderd. Is dit nog het ideale park? Die vragen komen wel bij ons op. Aan de andere kant hebben we een verantwoordelijkheid om die duurzaamheidsdoelstelling te halen. En is er na 12 jaar geen weg meer terug? En hoort er ook een voorspelbaarheid te zijn in onze politieke lijn? En wij als VVD hebben ons altijd voorstander getoond voor dit project. Laat ik helder zijn, als dit plan nu op dit moment voor zou liggen zonder de hele historie, kijken we naar rendement, locatie, proces, dan zouden wij zeggen nee. Maar we hebben 12 jaar achter de rug, mensen. En 12 jaar hebben wij een bepaalde richting aangegeven en wij willen daar voorspelbaar in zijn. Lering voor de toekomst. We hebben die doelstelling volgens mij als raad breed ook met elkaar onderschreven. We hebben een verantwoordelijkheid. Maar daarvoor moet er meer gebeuren. Daarvoor moeten we naar snellere besluitvorming. Daarvoor moeten we ook praten met onze omwonenden, praten met onze burgers. In gesprek, initiatief bij hen leggen en samen met goede plannen komen, zodat we uiteindelijk onze gemeente richting 2020 en verder energie neutraal kunnen maken. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de bijdrage van de zijde van de VVD. De heer Van der Valk. Mag ik een vraag stellen? Ja, de heer Van der Valk. U heeft het over een waarborgcommissie, maar ik heb begrepen uit de oriënteerde ronde dat de portefeuillehouder al toegezegd heeft dat hij zich wil inspannen om tot die waarborgcommissie te komen. Hoe moet ik dat zien? Ja, dat heeft u juist, meneer Van der Valk. Als ik kijk naar de waarborgcommissie, zoals ik net ook aangaf, vind ik dat die van beperkte duur moet zijn. Dus vandaar ook dat wij de motie daartoe toe indienen. Nogmaals, de burger moet vertrouwen kunnen hebben dat de overheid het juiste doet. Het vertrouwen is de afgelopen jaren weggeraakt en wij willen graag het vertrouwen ondersteunen, dat het weer kan ontstaan. Maar uiteindelijk heeft de overheid haar taak en verantwoordelijkheid. Dus feitelijk zou die ook overbodig moeten zijn. Dat is ook onze worsteling geweest, maar we vinden het belangrijk dat die er komt. Ja, maar die toezegging ligt er dus al en dan komt het toch nog met de motie hier. Nogmaals, de toezegging ligt er, maar er zit geen beperking op en wij vinden dat die beperkt moet worden. Akkoord. En ik begrijp dat de motie straks wordt ingediend samen met D66. Ja, samen met D66, correct. De heer Mulder. Ja, meneer Bak geeft aan dat er geen vertrouwen is in de overheid. Hè. Vertrouwen moet terugkomen. Maar waar baseert u dat op dat er geen vertrouwen is in de overheid? Want de overheid heeft niet anders gedaan dan datgene wat van haar gevraagd werd. Dus ik snap niet goed wat nou, ik denk dat u vanavond ook geluisterd heeft in de avond hiervoor en hiervoor naar de insprekers. En als ik dat even vrij mag interpreteren, luister ik daar geen vertrouwen uit af. Hoor ik daar geen vertrouwen? Want anders vragen ze niet om aanvullende maatregelen. En dat is wat ik proef, dat hoor ik ook in de gesprekken met de omwonenden die ik dan gehad heb. En van daaruit zeg ik, volgens mij moeten we daar met elkaar aan werken. En is dat een lering die we kunnen trekken vanuit het verleden richting de toekomst. Maar u hebt zelf wel voldoende vertrouwen in de overheid. Dat is niet waar ik het over heb, meneer Van Mulder. U trekt het nu even uit zijn context, dus laten we daar ook maar even geen antwoord op geven dan. Akkoord. Dat is zo begrepen. Akkoord. De heer Jonghans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u pleit voor, wel een heel warm pleidooi voor het goede gesprek en dat het daaraan ontbroken heeft de afgelopen 12 jaar. Sommigen zeggen, nou, volgens mij is dat wel bijna 20 jaar. Maar legt u dan erbij van, ja, maar het mag niet langer duren dan een jaar. Is dat niet een beetje vreemd als u een goed gesprek wilt hebben en van tevoren al vastlegt van wanneer het gesprek afloopt? Als u de motie straks leest, zult u ook lezen dat wij eerst het park ook gerealiseerd willen hebben. En van daaruit de periode maximeren tot een jaar. Wat volgens ons heel duidelijk op dat moment de zaken helder zijn wat er gedaan moet worden. Dan moet dat gesprek op gang kunnen komen. Want we willen wel weer dat uiteindelijk
de overheid aan zet, en dat de burger gewoon bij de overheid terecht moet kunnen. Want anders kunnen we overal wel commissies voor op gaan stellen. Akkoord, er zijn geen verdere vragen meer voor u. Dan dank voor de bijdrage. En dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan de heer Jonkhandels. Ja, dank u wel, voorzitter. Windpark De Veenwieken. Eindelijk, na bijna 20 jaar, lijkt het dan toch eindelijk te gebeuren. Het windpark gaat er komen. We hebben als Partij van de Arbeid ons altijd sterk gemaakt voor alternatieve vormen van energie, omdat er aan de huidige energiedragers zeer veel nadelen kleven. Ik denk nog maar even aan de discussie onder NAM. En vraag maar in Groningen. U zult mij niet horen klagen over het heerlijke weer van de afgelopen weken. En ook deze week zal het weer warmer zijn dan normaal. Maar we kunnen niet ontkennen dat gebruik van fossiele energiebronnen de balans in onze biosfeer ernstig verstoort. Daarom moeten we actie nemen. Ook lokaal om te voorkomen dat ons nageslacht in Harderberg aan Zee komt te wonen. We zijn daarom blij met dit voorstel. Al hebben we nog wel een paar punten van aandacht. En ja, dat is altijd het risico. Als er sprekers voor je zijn, dan zit er wat herhaling in. Maar desalniettemin, de waarborgcommissie is een prima idee. En we hebben ook geconstateerd dat de wethouder dit initiatief wil overnemen. En we rekenen dan ook op een voorspoedige start van dit initiatief. We blijven dit initiatief volgen en roepen de wethouder ook om dit periodiek aan de raad de voortgang te rapporteren. Punt 2. We gaan niet over de wijze waarop het probleem wordt opgelost, echter wel over de normen die er aangesteld worden. Er zijn duidelijke contouren aangegeven voor het lawaai dat dit project mag produceren. En dat is allemaal binnen de vergunning en binnen de wet- en regelgeving. Echter, als reactie op de inbreng van Boldoor zijn we eveneens van mening dat mocht onverhoopt de grenzen worden overschreden, dat daar direct actie op moet komen. En dat het probleem dan binnen 2 maanden moet worden opgelost in plaats van 9 maanden. Dat vinden we wel een beetje lang. We gaan er dan ook vanuit dat binnen die waarborgcommissie hierover afspraken gemaakt kunnen worden, aanvullend op de vergunningvereisten. En zoals aangegeven in de oriënterende ronde van vorige week zijn we teleurgesteld over de participatieregeling. We hebben eerder in onze motie in aanloop naar de huidige besluitvorming een duidelijk voorbeeld gegeven met het windpark in Netterden, hoe ook de participatie vormgegeven kan worden. We vinden dit een gemiste kans van de initiatiefnemers. En vanuit onze volksvertegenwoordigerrol doen we andermaal een appel op de initiatiefnemers om met iets beters te komen. Tot slot, voorzitter. Ondanks de erg lange periode dat dit project tot stand kon komen, zijn we blij een forse stap te kunnen maken in het realiseren van de doelstelling om in 2020 14% van onze benodigde energie duurzaam op te kunnen wekken. En daarmee wou ik afsluiten. Dank. Vragen? De heer Botter, hoe is het nu? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Jonkhans komt na ook hetzelfde gezegd te hebben in de oriënterende ronde opnieuw terug op de participatieregeling. Ik denk dat het volledig legitiem is om eraan te refereren. Wij zijn eigenlijk wel nieuwsgierig, en die vraag ligt min of meer in de lijn die ik ook aan de heer Van der Valk gesteld heb. Hoe komt het eigenlijk, meneer Jonkhans, dat u als coalitiegenoot, u hebt een wethouder in het college zitten, waarom is het u niet gelukt om die participatieregeling goed af te hechten aan de voorkant? Daar zijn wij heel nieuwsgierig naar. Nou, wij gaan niet over die participatieregeling. We kunnen wel de initiatiefnemers daarvoor toe oproepen om aan te geven van, goh, sta een deel van uw eigendom af aan de omgeving, maar we kunnen ze daar niet tot toe verplichten. Dat kunt u niet, dat kan ik niet, dat kan niemand niet. Maar we kunnen ze wel vragen. Akkoord. Geen andere vragen in uw richting. Dat is niet het geval. Bedankt voor de bijdrage van de Partij van de Arbeid. Ik ga naar de fractie van Op Koers. Het woord is aan de heer Botter. Voorzitter, na de industriële en digitale revolutie staan we aan het begin van een nieuwe, de energierevolutie.
Steeds meer mensen laten het dak van een huis vol met zonnepanelen om minder afhankelijk te worden van grote energieleveranciers. We wekken onze eigen elektriciteit op en onze buurten worden als het ware energiemaatschappijen. Het energieoverschot wordt verkocht en zo maakt een hele wijk of buurt winst. Als we de energiemaatschappij kunnen decentraliseren, dan zijn we in de toekomst waarschijnlijk tot veel meer in staat. Wie weet kunnen we zelfs onze eigen verzekeringen regelen. De energierevolutie lijkt het antwoord op de wereld van de multinationals en een overgang naar een ander, socialer systeem. Zo lijkt het althans. Tegen die achtergrond wordt ons gevraagd in te stemmen met de vaststelling bestemmingsplan, beeldkwaliteitscriteria en het verlenen van een omgevingsvergunning voor windpark De Veenwieken. De provincie kijkt mee, als ook de statenfracties. En in de oriënterende ronde heeft op koers verschillende vragen gesteld, waarvan er feitelijk niet één is beantwoord. Op koers stelde vragen over adviezen van het oversticht, geluidsoverlast, slagschaduw en draagvlak bij omwonenden. De portefeuillehouder laat weten dat iedere concessie aan overlast ten koste gaat van rendement bij de initiatiefnemers en dat daarmee de business case onder druk komt te staan. Vanuit eerdere besluitvorming rond plan De Veenwieken is u bekend dat de fractie van Op Koers geen warm voorstander is van deze besluitvorming. Dat was, is en blijft zo. In deze fase van de besluitvorming willen we ons zoveel mogelijk richten op de beperking van geluid en slagschaduw. Ten aanzien van de normen LDEN 47 en LNIGHT 41 zijn binnen onze fractie zodanige twijfels ontstaan dat wij geen objectief beeld hebben gekregen aan welke maxima omwonenden daadwerkelijk worden blootgesteld, terwijl deze maxima juist bepalend zijn voor de te ervaren overlast. In dat kader vragen wij om een duidelijker begrenzing in de vorm van een maximaal toegestaande geluidsbelasting vast te stellen voor de dag, avond en nacht. En het aantal uren dat meer geluid dan 47 dB overdag of 41 dB 's nachts wordt geproduceerd. Nog steeds blijft open de vraag wat in modus 2 de maximale belasting op de woningen is, of om precies te zijn op de gevels van de woning. Voorzitter, de karige participatieregeling, onduidelijkheden over de maxima van geluid en slagschaduw, de rafelige eindjes rondom de kwaliteitsimpuls groene omgeving ter vermijding van slagschaduw en de summiere beantwoording op vragen uit de oriënterende ronde maakt dat we tegen het voorliggende stuk zullen stemmen, zoals het in de huidige vorm voorligt. Ook de exploitatieovereenkomst is ons nooit inzichtelijk gemaakt. Tot slot, voorzitter. Laat uw college ervan doordrongen zijn dat windmolenlobbyisten binnen en buiten de politiek en alle subsidieverstrekkers u alleen maar aardig vinden zolang u maar doet wat zij willen. Dat uw ambities kennelijk belangrijker zijn dan lokaal draagvlak is een gedachte die wij nauwelijks konden onderdrukken. Op koers stelt zich onophoudelijk de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen risico's te accepteren als onderdeel van het leven. Plan Veenwieken maakt voor ons duidelijk dat we een illusie van beheersing aan het creëren zijn en tot nu toe te weinig is geluisterd naar praktijkkennis van professionals. Ik dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dank. Mag de heer Botter een paar vragen stellen? U moet nog niet weglopen, want uw bijdrage roept vragen op wellicht. De heer Van der Valk, allereerst. Mijn eerste vraag is, hoe staat u tegenover de duurzaamheidsdoelstelling van deze gemeente? Dat is vraag 1. Vraag 2 is, u zegt, ik kan niet met het voorstel leven. Waarom komt u dan niet met een amendement, zodanig dat een voorstel komt waar u wel mee kunt leven? Die vraag, voorzitter, is vrij eenvoudig te beantwoorden. Ja. Wij schrijven op hoofdlijnen de duurzaamheidsdoelstellingen die geformuleerd zijn door het college. Het antwoord op de tweede vraag is, zit u te wachten op een amendement van ons?
U zegt net in uw verhaal dat u de norm wilt veranderen. Waarom komt u dan niet met een amendement? Nee, dat is een oproep aan het college. Wij hebben geproefd, we hebben tot nu toe gehoord wat de meningen zijn. En de peiling is dat het raadsvoorstel wordt aangenomen op hoofdlijnen. Er wordt nog wat gemorreld aan de achterkant. Maar zit u te wachten op een amendement van ons? Wilt u die vraag beantwoorden, meneer Van der Valk? Ik wil graag duidelijkheid van u. Als u zegt van ik wil graag wat, dan zult u er ook zich voor moeten inzetten en met een amendement komen. Anders roept u alleen maar wat. Mijn vraag blijft overeind. Ik stel hem u ten derde male, meneer Van der Valk. Zit u te wachten op een amendement van Op Koers ten aanzien van dit vraagstuk? Ja, daar zit ik op te wachten. U krijgt wel niet duidelijkheid van u. U zult hem niet krijgen. Voorzitter. De heer Bak. Even in aansluiting op, want we kregen van de heer Botten niet het antwoord op de vraag van de heer Van der Valk. Want u zei, ik onderschrijf op hoofdlijnen de duurzaamheidsdoelstelling. Maar ik probeer het even wat vrij te interpreteren. Dus de doelstelling is 40% duurzame energie in 2020. Die onderschrijft u op hoofdlijnen, dus daarmee zegt u die 14% is wat ons betreft akkoord. In 2020. Wat ik u zeg, en daar blijf ik bij meneer Bak. Wij onderschrijven op hoofdlijnen die duurzaamheidsparagrafen, maar niet het voorliggende voorstel. En dat is wat ik gezegd heb. Daar heb ik dan toch bezwaar tegen, want dan wil ik toch graag weten wat op hoofdlijnen is. De overheid, dat is de landelijke overheid, die heeft dit alles voorgeschreven. En wij staan aan het eind van die besluitvorming. En een recht is dat wij als lokale partij deze mensen, die in onze ogen onrecht wordt aangedaan door het aannemen van dit voorstel, om die mensen een stem te geven. Vrij vertaald, u bent voor duurzame energie, but not in my backyard. Die uitspraak laat ik aan u over, meneer Bak. Akkoord. Anderen nog, de heer Mulder. De heer Bak. Ja, ik zou toch... Sorry, voor de heer Botter. Ik zou toch graag willen horen van de Op Koers hoe zij dan die 40% denken te gaan halen. Meneer Mulder, u stelt een fantastische vraag. Werkelijk. Ik ben er zwaar van onder indruk. Al die duurzaamheidsparagrafen die in Den Haag bedacht zijn, die kloppen op hoofdlijnen, heb ik u gezegd. Alleen voor de mensen in dit gebied, een aantal daarvan zitten op de tribune. Daarvoor, die hebben daar helemaal geen boodschap aan, maar die hebben daar straks last van die geslachtsradio. En dat is de principekwestie in het stuk wat nu voor ligt. En daar spreken wij over. Ja, maar dan wil ik toch graag wel van Op Koers horen van hoe zij die 40%... denken te gaan halen. Want u zegt er niks over, u roept er niks over, u zendt alleen maar u komt niet met alternatieven van beste gemeente, beste collega's, als we dit op deze manier gaan invullen. U onderschrijft wel die 40% doelstelling die door Rijksoverheid aan de gemeente is opgedragen. En daar hebt u ook ja tegen gezegd. Dat is toch vreemd? Of die 40% nou 38, 39 of 40% is, meneer Mulder, dat maakt ons niet zoveel uit als lokale partij. Waar het om gaat, de klassieke discussie hier is het stuk wat voor ligt. En daar hebben wij een mening over gegeven. En daar gaat het over. Ja, daar gaat het over, maar ik ben ontzettend nieuwsgierig wat de gedachtegoed van dan Op Koers is. En daar hoor ik u helemaal niks over zeggen. Hebt u daar geen visie op? Of hoe zit dat dan? Die heb ik u gezegd. Ik ga niet allemaal u nog weer antwoord geven. Ik heb gezegd dat wij op hoofdlijnen die 40% onderschrijven. Het is 14 trouwens, maar het gaat om 14% inderdaad. 14%. U noemde zelf het op koers gaat wat verder dan die 14%. Die gaat naar de 40%. Akkoord. Ja? Ik stel voor. We gaan de hele weg te gaan. Akkoord. Ik stel voor dat we dit debat afronden. Nee, mevrouw Van der Hoek. Nog een andere bijdrage in de richting van de heer Botter. De heer Botter, er is nog een vraag voor u. En die vraag wordt gesteld door mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben op 23 februari 2016 met elkaar unaniem met uw partij een motie aangenomen waarin we zeggen tegen het college: verken welke ambitieuze stappen wij zouden moeten en kunnen zetten en welke doelstellingen wij gaan halen met deze raad collectief, met u erbij, voor 2030. Betekent dit dan, als ik u goed begrijp, meneer Botter, dat Op Koers elke keer wanneer er hier een plan komt, het afgeschoten kan worden op elke reden, maar dat u in hoofdlijnen eens blijft met de duurzaamheidsdoelstellingen van deze gemeente? Voorzitter, mag ik voor de derde keer hetzelfde herhalen?
Ik weet niet wat u wilt antwoorden in de richting van mevrouw Van der Hoek. Dat zou kunnen. Dat zal hetzelfde antwoord zijn als ik wat ook aan de heer Mulder heb gegeven. Wij schrijven nogmaals op hoofdlijnen die duurzaamheidsvoorstellen. Maar het feit is dat wij hier gaan stemmen over windenergie op een bepaalde locatie. En ik maak u voor de derde keer duidelijk dat wij tegen de achtergrond van dit voorstel dat wij niet kunnen instemmen. Omdat, om de reden die ik u genoemd heb, en die heb ik u genoemd andermaal, dat wij daar niet mee kunnen instemmen. En wij zullen ieder afzonderlijk voorstel wat komt te liggen op zijn eigen merites beoordelen. Niet meer en niet minder, mevrouw Van der Hoek. Kort, dank voor de toelichting. Lijkt me voldoende voor dit moment. Ik zie geen vragen meer voor u. Dat betekent dat wij doorgaan naar de volgende bijdrage. De fractie van D66. Woordvoerder de heer Rodemot. Voorzitter, dank u wel. Windenergie levert een belangrijke bijdrage aan de opwekking van duurzame energie. Dat hebben wij al een paar keer gehoord vandaag. En daarmee kunnen wij dus lokaal, provinciaal en landelijk een aanzienlijke bijdrage leveren aan de leefbare wereld. Voor onszelf, onze kinderen en onze generaties daarna. Als het alleen daarom ging, was de keuze erg eenvoudig. Niemand zal echt tegen de productie van windenergie zijn, zeker afgezet tegen de schadelijke effecten van fossiele energiebronnen, zoals de heer Jonkans al aanhaalde. Waar we nu echter mee te maken hebben, is een keuze op meerdere vlakken. We moeten niet alleen kiezen voor de grootschalige opwekking van duurzame energie, we moeten ook goed nadenken over de vraag hoe dat past in ons omgevingsbeleid. De komst van 5 windturbines op Hardenbergs grondgebied betekent, zeker met een lange voorgeschiedenis, een grote inbreuk op het leef- en woongenot van de directe buren. De bewoners van het plangebied hebben waarschijnlijk bijna 20 jaar gereageerd op de plannen van de gemeente en andere overheden. En de borden hier geen windmolens zijn bijna cultureel erfgoed geworden. En die strijd ging eigenlijk alleen maar, zoals wij het hebben beluisterd, over één ding. Tast onze omgeving niet zo aan. En toch hebben de omwonenden grote stappen gezet. De initiatiefnemers uiteraard ook. De omwonenden hebben die stappen gezet. En in de gesprekken met de buurt horen we dat ze voorzichtig accepteren dat er windmolens komen. Vanavond nog een keer gezegd. Dat ze vooruitdenken naar een toekomst met die windmolens. En dat ze er niet meer zo tegen vechten. Wat de buurt wel vraagt is een eenvoudige vraag. Beperk zoveel mogelijk geluid en andere overlast. Laat ons wonen zoals we dat ooit hebben gekozen in een mooi, rustig, misschien stil en open gebied. Geen stiltegebied, een stil gebied. En onze fractie, D66, wil daar niet aan voorbij gaan. Bovendien hebben de omwonenden zelf prima voorstellen gedaan om tegemoet te komen aan de initiatiefnemers. En die voorstellen wil D66 graag verwerkt zien in de uiteindelijke plannen. En daarom de volgende vraag aan het college. Is zij bereid om expliciet aan te geven dat omwonenden in een waarborgcommissie worden vertegenwoordigd en dat die waarborgcommissie adviezen aan de gemeente en initiatiefnemers worden geformuleerd aangaande de aanpak van overlast vanuit die windturbines? En om alvast wat vragen voor te zijn. Ja, er is inderdaad een toezegging gedaan om goed te kijken naar die waarborgcommissie, maar die was voor ons niet scherp genoeg en niet ingekaderd genoeg, zoals de heer Bak zei. En daarom ook een motie voorbereid samen met de fractie van de VVD. En het dictum van deze motie luidt. Draagt het college op om een waarborgcommissie in te stellen voor een periode tot maximaal 1 jaar na realisatie van het windpark. De commissie een adviserende rol te geven over leefbaarheid van de woonomgeving, welzijn, gezondheid en veiligheid in het gebied rondom het windpark. De adviezen van de commissie voor te leggen aan de betrokken instanties, waaronder initiatiefnemers, gemeente en provincie. En de kosten van deze commissie te dekken uit de beschikbare KGO-gelden voor de geldende periode. Lees 1 jaar na realisatie. Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel. Motie ingediend. Motie nummer 1 gaat de onderdeel uitmaken van de beraadslaging. Mevrouw Van der Hoek heeft de vraag. De heer Van der Valk. Mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Wat ik mis in uw motie, alhoewel heel sympathiek, is welk mandaat of welke bevoegdheden dan deze commissie zou hebben. Want alleen maar praten om het praten heeft ze tot nu toe niks gebracht. Wat gaat dan hun mening en hun waarneming dan?
dan brengen, zijn ze slechts adviserend en je kunt het naast je neerleggen? Of hebben ze wat u betreft een andere functie? Nou ja, u begint met ik mis een rol en u zegt aan het einde van uw betoog die rol zelf. Het is een adviserende rol richting initiatiefnemers en de overheden. En ik weet niet wat voor mandaat u verder zou doelen. Ik zou een waarborgcommissie niet per se een mandaat mee willen geven om uiteindelijk ook beslissingen te kunnen nemen. Voorzitter, als ik daarop aanvullende vraag. Ja. Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik u zeg is welk gewicht geeft u deze waarborgcommissie dan alleen maar een signaalfunctie? Want daar hoef je geen waarborgcommissie voor te hebben. Akkoord. Het gewicht is natuurlijk wel omdat de waarborgcommissie zoals die ook door de buurt is voorgesteld, is een combinatie van buurtbewoners, initiatiefnemers en mogelijk de overheid. En ja, dat zou wel een sterk adviserende rol moeten zijn. Dus wat dat betreft, het is nog steeds geen mandaat. Bindend advies zou mogelijk een mooi woord zijn. Akkoord, de heer Van der Valk en dan mevrouw Luijt. Dank u wel. U noemt heel nadrukkelijk een periode tot maximaal 1 jaar na realisatie. Kunt u me dat nog een keer uitleggen waarom? Nou ja, de heer Bak heeft het ook al gezegd. Ik zal dat herhalen in ieder geval. Het is wat ons betreft een aanzet tot het verdere gesprek om een adviescommissie niet tot in eeuwigheid te laten praten in ieder geval. Het is eventjes scherp neerzet van waar zien we de problemen en waar zien we ook de oplossingen. En daarna kan je natuurlijk wel het gesprek voortzetten, maar dan hoeft een formele setting van een commissie wat ons betreft niet meer te bestaan. Akkoord, mevrouw Luijt. Ik had deels dezelfde vraag als meneer Van der Valk, want de vorige 2 weken geleden is er gesproken over een waarborgcommissie. Dat is een idee van plaatselijk belang. Maar zoals ik het toen begrepen heb en waar wij toen ook toe hebben opgeroepen aan het college, ging dat over een structureel overlegplatform, hoe je het ook maar noemen wil, wat als die dingen daar 10 jaar blijven staan, misschien ook wel 10 jaar zal duren. Dat is één. Als u het zegt na een jaar, misschien, ik heb namelijk het idee dat u iets anders bedoelt met dezelfde naam. En ten tweede, als alle drie de partijen daarin zitten en deze waarborgcommissie of deze adviescommissie van u gaat adviseren, dan adviseren ze dus aan zichzelf. Begrijp ik dus goed dat u met wat u onder waarborgcommissie verstaat iets anders is dan wat 2 weken geleden hier door plaatselijk belang is voorgesteld? Waarschijnlijk niet, maar ik begreep uw laatste beweegreden niet helemaal. Want het adviseren aan zichzelf, dat bedoel ik in ieder geval niet. Het is een commissie die uiteindelijk adviezen neerlegt bij de beslisbevoegden, zeg maar. Dus in een commissie zelf zouden bijvoorbeeld werknemers van een stichting kunnen zitten, maar dat de directie uiteindelijk de besluiten neemt buiten de commissie om, begrijpt u? Meneer voorzitter? Mevrouw Luijt heeft het niet helder nog. Nee, dan gaan we het nog een keer proberen. Gewoon, de commissie is wat ons betreft inderdaad een overlegplatform waarin in dat platform geen besluiten worden genomen. Die besluiten worden genomen op de geëigende plekken, bijvoorbeeld bij een directie als het gaat over bedrijfsvoering en hier in de gemeenteraad als het gaat over politieke beslissingen. Dan rest mij nog de vraag, als dat dus inderdaad een regulier overlegplatform is tussen deze drie partijen, waarom wilt u dan dat maar 1 jaar duurt? Om daarmee in ieder geval de schijn te voorkomen dat je eindeloos kan blijven praten over bepaalde problemen. Op een gegeven moment zijn problemen en oplossingen gesignaleerd, zijn besluiten daarover genomen. En dan is het wat dat betreft ook wel een keer klaar met dat gesprek. Natuurlijk staat het ieder vrij om gedurende 10, 15 jaar met elkaar om tafel te gaan zitten. Daar ga ik niet over. De heer Gelling. Voorzitter, dat laatste leek mij volstrekt helder van meneer Rodemond. Maar wat mij intrigeert, mevrouw Luijten, die zei net dat meneer Rodemond kennelijk iets bedoelde waarvan hij zelf de naam niet meer wist, maar zij wel. Zou mevrouw Luijten willen vertellen wat ze daarmee bedoelt? Nee, het principe waarborgcommissie, of de term, is hier 2 weken geleden geïntroduceerd, als ik het goed heb. Of in ieder geval in deze zaal. Wij hebben daar dat verstaan, wij hebben het over de fractie van de PvdA, als een regulier, langerdurend soort vast overleg, zou je kunnen zeggen, waar de drie partijen zitting in hebben. Als je daar zitting in hebt en je gaat elkaar met zichzelf dan informeren. Wel, toen ik meneer Rodemond hoorde praten, dacht ik, oh wacht even, hij heeft het veel meer over een wat meer onafhankelijke commissie die 1 jaar lang
gaat adviezen gaat bedenken en dan na een jaar ook weer ophoudt te bestaan. Dus vandaar dat ik dacht, goh, bedoelen we dan met waarborgcommissie wel allebei hetzelfde? Dat was mijn vraag. Maar, het is mijn, maar die vraag is nu opgelost, begrijp ik. Ja. Dat punt is helder gemaakt. Anderen nog niet het geval? Dan dank ik u voor de bijdrage van de zijde van D66. Komen we bij de fractie van GroenLinks, de laatste fractie in de eerste termijn. Daarna gaan we over naar de vragen die nog leven in de richting van het college, zodat die beantwoord kunnen worden. Allereerst het woord aan de fractie van GroenLinks, mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Dit is het moment waarop je als volksvertegenwoordiger gaat verantwoorden waarom je een keus maakt die pijn gaat doen. En dat is een lastige. Als je 12 jaar erover doet, betekent eigenlijk op het moment dat je begonnen met de oriëntering en besluit gaat nemen, dat de wereld is veranderd. En de vraag is dan of wij op het juiste moment de kennis hebben gehad toen om het proces anders te maken voor u die daar woont. Maar laten we heel eerlijk zijn, wij willen allemaal een betere toekomst en u wilt ook een schone energie hebben, want u begrijpt ook dat toekomstige generaties daar baat bij hebben. Maar dat helpt u nu niet. En eerlijk is eerlijk, als ik zo'n ding in mijn achtertuin zou, weet ik niet of ik blij zou zijn en ik ben GroenLinks. Mijn verantwoording is eigenlijk heel simpel. Na 12 jaar lopen we achter de feiten aan. En met de kennis die we nu hebben, daar koopt u niks voor. Als we 2 jaar geleden hadden gehad, had het misschien anders geweest, maar dat is niet het geval. Als het voor u te behappen valt en te slikken valt dat er een commissie komt waar u zelf aan kunt geven op welke wijze u dat in kunt vullen, dan vind ik het fantastisch als we dat kunnen doen. En als de wethouder dan aangeeft in zijn notitie, daar ga ik voor, dan verwacht ik dat onze wethouder aan u vraagt wat u nodig heeft en welke zeggenschap u mag hebben. Ik kan me niet meer verantwoorden dan dat ik moet kiezen voor de toekomst en dat ik op dit moment niets kan doen om de pijn van omwonenden te verzachten. En alles is al gezegd en meer verantwoording dan dit, in al mijn eerlijkheid, kan ik u niet geven. Voorzitter. Ja, de heer Roldemans, vraag om. Ja, sorry, u triggerde mij toch eventjes met uw opmerking. Als ik zo'n ding in mijn achtertuin zou krijgen, dan zou ik er ook niet blij mee zijn. Dat leidt natuurlijk tot de vraag, en mogelijk is dat ook onderdeel van uw verantwoording. Wat zou u gestemd hebben als het dus in uw achtertuin was geweest? Meneer Rodemond stelt op zich een grappige vraag, maar laten we heel eerlijk zijn. Als wij allemaal als burger inwonen. Excuses, voorzitter. Het was geen grappige vraag. En zeker niet als zodanig bedoeld. Ik ga er ook serieus op in. Dank u wel. Ik weet niet hoe ik me zou voelen wanneer ik op 415 meter een turbine zou krijgen met geluidsoverlast die ik niet kan overzien. Dat geef ik u heel eerlijk emotioneel toe. En ik ben GroenLinks. En ik zet ze wel bij deze mensen in de achtertuin. Dat besef ik heel erg goed. Akkoord, anderen nog? Dat is niet het geval. Nee, dan dank ik u voor de bijdrage. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Ik kijk in de richting van het college, de raad. Behoefte aan een schorsing of gaan we direct door? Even schorsen. Zullen we even 10 minuten schorsen? Ik schors de vergadering tot 20 voor 9. Ik heropen de raadsvergadering van dinsdag maandag 26 september. Aan de orde is nog steeds agendapunt 6a, bespreekstuk over windpark De Veenwieken. De eerste termijn is geweest. We zullen overgaan naar de beantwoording door het college, maar ik zie een vinger van de heer Van der Valk. Voorzitter, er was wat onduidelijkheid over mijn verhaal met betrekking tot die motie. Om alle onduidelijkheid uit de lucht te nemen, wil ik die motie waarvan ik het dictum al geciteerd heb, bij deze toch als ingediend beschouwen. Met uw welnemen. Akkoord, ik denk voor de. Ik dien hem dus in. Ja, u dient hem dus nu in. Dus de motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging en de wethouder kan erop reageren. En ook de raadsleden in tweede termijn. En de motie gaat over het feit om een deel van de KGO-geld, ik herhaal het toch maar even, in te zetten voor maatschappelijke doeleinden in het gebied. En daarover met het college van GS in overleg te treden.
Deze motie, dus motie nummer 2, noem hem toch even, nummer hem door. Motie nummer 2, naast de motie van D66 en de VVD, ligt er dus nu een tweede motie op tafel. En daarmee kijk ik ook naar de wethouder, want inderdaad, er waren niet heel veel vragen. Of er zijn geen vragen eigenlijk meer gesteld. De fracties hebben een bijdrage geleverd. Maar er liggen wel twee moties nu. En de vraag aan de wethouder of hij daar op wil ingaan op de inhoud van de moties. Voorzitter, dank u wel. Ja, twee moties. Ik begin toch maar even met motie 2, want mijns inziens is die het meest verstrekkend. Ja? KGO-gelden inzetten voor maatschappelijke doeleinden, participatie enzovoort. Daar gaan wij als gemeente niet over. Maar wil dat dan zeggen dat wij dat het niet mogelijk zou zijn? Dat gaat ook te ver. Het is de KGO-verordening, zoals wij die noemen, die is vastgesteld door provinciale staten. En als provinciale staten dezelfde motie krijgen en ze nemen hem aan, dan ga ik ervan uit dat wij ook van die verordening af mogen wijken. De motie zoals die er nu ligt, daar wil ik mijn uiterste best voor doen, omdat... om dat voor elkaar te krijgen. Waar je wel even alert op moet zijn, er staan nogal wat opties in. En als de ene roept, ik wil bij wijze van spreken die ton inzetten voor wat minder slagschaduw, de ander zegt voor wat minder geluid, dat zou wel eens een Babylonische spraakverwarring kunnen worden. Dus daar, dat kan een lastige zijn. Ja? En je moet je ook afvragen of een ton in te zetten voor... bijvoorbeeld slagschaduw, dan gaat die 6 uur gaat naar een paar uur minder. Of nog geen uur minder. Dus dat is nog wel, dat zet nog niet zo gek veel zoden aan de dijk als je het vanuit dat perspectief bekijkt. Ja, ik voel zelf veel meer voor om het in te zetten voor een of andere vorm van participatie. Ja, dat is denk ik wat makkelijker. Maar goed, we zullen dat ook met de initiatiefgroep enzovoort bespreken. Voorzitter, als ik een opmerking mag maken, die mogelijkheid biedt de motie ook, hè, om het anders in te zetten. Precies. Nee, maar ik probeer alleen even wat aan verwachtingenmanagement te doen. Er is wat discussie over waarborgcommissie enzovoort. Hè. Handhaven, ja, dat behoort nooit tot de taak van mensen uit het gebied. Dat is een wettelijke taak die berust bij de vergunningverlener. We hebben aangegeven dat we proberen één meldpunt te maken. Gemeente Ommen, Hardenberg en de provincie zullen daarvoor in overleg gaan. Ik zie zelf zo'n waarborgcommissie, /klankbordgroep, meer als een commissie die resultaten teruggekoppeld krijgt. Hoe is het tot nu toe gegaan? Maar ook als daar iets aan de hand is, mogen ze natuurlijk aan de bel trekken. En zullen ze in gesprek moeten met de initiatiefnemers, met de exploitanten. Ja, en op basis van meetgegevens zullen ze op de hoogte worden gehouden. En als er overschrijdingen zijn, dan voorziet de vergunning en de wet voorziet in hoe er gehandhaafd moet worden. Ja? Maar het is heel goed, want je hebt natuurlijk beleefde overlast en feitelijke overlast, dat daar een heel stuk communicatie op gang komt. Dus die waarborgcommissie, ja, als je maar als waarborgcommissie neerzet, heeft die volgens mij één taak om te kijken van zijn onze rechten goed geborgd zoals het in die vergunning is vastgelegd. Maar het zou niet nodig moeten zijn dat ze in geweer komen bij overlast, bij bovenwettelijke overlast, zo noem ik dat maar even, want dan moeten de initiatiefnemers zelf, zo is het ook in de vergunning geregeld, acteren. Dat is één. Een tweede, ik zou zo'n, en dan leg ik wat meer de nadruk op de klankbordgroep. Ja, met de klankbordgroep, met groep uit die omgeving, zou je heel goed moeten bespreken hoe je de KGO-gelden gaat inzetten, hoe je overeenstemming bereikt over participatie. Ja, dat zijn denk ik, vooral in het begin, als ze er zijn voordat de molens gaan draaien, zijn dat belangrijke taken die ik wil toedichten aan de klankbordgroep. Ja, en dan is het toch meer een klankbordgroep adviescommissie achter iets. Dus die naam die dekt misschien niet helemaal wat er beoogd wordt. De heer Roldemond, de heer Bak.
Voorzitter, dank u wel. Excuses alvast aan de wethouder, maar ik had nog even een vraag over die waarborgcommissie en hoe u dat probeert in te kleden. In mijn beleving komt de waarborgcommissie in eerste instantie uit de bewoners zelf als idee. En lijkt het mij vrij onverstandig om nu vanuit de gemeentekaders op te leggen bovenop die waarborgcommissie. Terwijl eigenlijk de bedoeling was, en ook van de motie die wij hebben ingediend samen met de VVD, om in gesprek met de buurt gezamenlijk die kaders te gaan bepalen ook. En natuurlijk zijn het geen handhavers, dat is volstrekt helder. Echter om nu gelijk een waarborgcommissie, voordat die bestaat, al gelijk uit te kleden en te zeggen van, nou ja, jullie krijgen eens per zoveel tijd wel wat cijfertjes en dan mag je je over buigen. Dat gaat mij ook weer wat te ver. Snapt u mijn... Ja. Absoluut. Nou, als dat zo is overgekomen, is dat mijn bedoeling niet. Ik probeer alleen maar even een beetje aan verwachtingmanagement doen, dat je niet te veel verantwoordelijkheden kunt geven, ja, die ze in feite niet hebben. Dat zou ook valse voorlichting zijn. Ja, maar ik ben het met u eens dat in gesprek met de initiatiefnemers, en of wij daar wel of niet bij zitten, dat is dan nog maar de vraag. Ja, daar zullen ze met elkaar de afspraken moeten maken hoe ze met elkaar wensen om te gaan. Yes. Ja? Ja. Het zijn dus geen juridische kaders per se, nee. Maar wel hoe gaan we met elkaar om? Laten we het zo formuleren. Dat is denk ik de goede toonhoogte en zo wil ik hem ook oppakken. Dus de heer Bak nog in aanvulling. En dan even door daarop, voorzitter, hoor, want het gaat even om die verantwoordelijkheden. Hè? Want in mijn optiek is het wel degelijk de bedoeling dat de verantwoordelijkheden richting de commissie gaan om er in eerste instantie met elkaar uit te komen. En dus voordat handhaving aan orde komt, is het volgens ons vooral het idee om samen met elkaar uit te komen. En dat uiteindelijk ook door de bewoners zelf gefaciliteerd wordt. Hè. Dus vanuit de gemeente moet ook wel een bepaald mandaat dus dan overgebracht worden naar die waarborgcommissie. Nou, volgens mij zit je dan in een grijs gebied. Ja, du moment dat normen worden overschreden en die worden gemeten, dan is de vergunning en de wet is overduidelijk. Er wordt er gewoon opgetreden. Punt. Of er nou wel of niet een opmerking van de waarborgcommissie wordt gemaakt dat ze overlast vernemen. Ja, op het moment dat er gemeten wordt en er wordt, daar zijn normen voor, dat is geregeld, zeg maar eventjes in de wet, hoe er gemeten moet worden. Ja, op het moment dat daar een waarneming is dat er overlast is, dan zullen we hoe dan ook gewoon moeten handhaven. Of wel of niet een waarborgcommissie in beeld is gekomen. Ja? En het lijkt me heel goed dat zo'n waarborgcommissie daar kennis van heeft. Maar ik kan me ook voorstellen dat de waarborgcommissie geconfronteerd wordt met geluiden uit het gebied van, nou, wij vernemen toch overlast, en dat ze verzoeken om een extra meting. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, dat soort dingen, en zonder al te strak het in kaders willen gieten, daar zit ik aan te denken. Maar het is onverlet dat als er overlast is en er is meer geluid, /slagschaduw dan afgesproken in de bestemmingsplan, wat door de wet wordt toegestaan, dan zal er gewoon opgetreden moeten worden. Punt. De heer Gelling. Ik was even een aanvulling daarop, want dat is helder. En hoe gaat u kaderen dat de waarborgcommissie of de klankbordgroep, hoe u noemt, hoe die over de juiste informatie kan beschikken, dat daar geen onduidelijkheid ontstaat over interpretatie of over de meetgegevens aan zich? Dat het vertrouwen waar meneer Bak het al over had, of er nou hersteld moet worden of niet, maar in ieder geval gehandhaafd blijft. Dus concreet, hoe zorgt u ervoor dat de informatie er ligt, dat die gegarandeerd ook daar op tafel komt en dat dat ook informatie is waar iedereen wat mee kan, om zo te zeggen. Ja. Nou, ik heb daar nog niet een compleet beeld van. Maar ook wij zullen die informatie, daar zullen we zeer in geïnteresseerd zijn. Want ja, ik ga er toch vanuit, gegeven uw ambitie, dat dit niet het enige project is wat we zullen draaien. Daar kunnen wij ook weer van leren. Dus die informatie die wij hebben, die kan sowieso naar de waarborgcommissie. Maar ik ga ervan uit dat de initiatiefnemers ook alle informatie die er beschikbaar is over die domeinen waar de waarborgcommissie wel iets van zou willen vinden, dat die ter beschikking wordt gesteld. Maar ik ga er ook vanuit dat in een onderling gesprek tussen initiatiefnemers en de mensen uit de buurt, dat daar ordentelijke afspraken over gemaakt worden. En het kan niet zo zijn dat er informatie is over het functioneren, met name over slagschaduw en geluid van de windmolens, waar de mensen van de waarborgcommissie niet over zouden kunnen beschikken. Dat geef ik even op voorhand geef ik dat mee. Maar er is ook heel veel wettelijk al ingekaderd wat dat betreft. Dus, en daar zullen we gewoon aan moeten voldoen. En daar heb je ook gewoon openbaarheid aan te geven, vind ik.
Als ik kijk naar de tweede motie, en die is wel als eerste ingediend. Dat, ik heb al aangegeven, de motie van CDA, die reikt verder. En ik zou u willen adviseren, u doet volgens mij de omgeving tekort als u het beperkt tot een jaar. Die zaken draaien gewoon, die molens draaien 20 jaar. En wie zegt mij niet, want kijk, als ik aan windmolens denk, nou, er ontstaat misschien wel enige slijtage na verloop van tijd. Misschien ontstaan er na 5 jaar wel meer problemen, en dat doe ik even met mijn boerenverstand, misschien wel meer problemen dan na een jaar. Dus ik zou u willen adviseren om dan maar voor de motie van het CDA te kiezen, omdat die toch wat meer waarborgen in zich heeft dan datgene wat D66 en de VVD in hun motie hebben zitten. Alles onder voorbehoud dat wij aan die KGO-gelden mogen komen. Ja? Dat is even een voorbehoud. Maar ik ga ervan uit, als de staten dezelfde soort motie gaan indienen, dat zij wel die KGO-verordening op dit punt even willen aanpassen. De heer Gelling. Even duidelijk een vraag, meneer Prinsen, want de motie van het CDA heeft het ook over een waarborgcommissie. Dus die zult u dan toch wel moeten instellen in ieder geval. Maar ik begrijp dat die toezegging er wel is, al dan niet gelimiteerd, maar daar zit dan de motie die wij samen indienen, want het een gaat niet zonder het ander. Nee. Dus als u de motie van CDA meeneemt, nou, of u dan een stem was, moet er in ieder geval een waarborgcommissie komen, en dan zal daar toch ook een statuut of reglement van moeten komen. Dus ik zie eigenlijk niet in waarom het een wel en het ander niet, hè? Want je hebt elkaar volgens mij daar heel hard in nodig. En ik denk ook dat het nu goed is om na 12 jaar niet hier te vertrekken vanavond met allerhande open eindes. Of en hoe dan al dan niet nog welke commissie wordt ingesteld. Het lijkt mij voor iedereen hier nu wel raadzaam dat als we iets doen, dat we in ieder geval alles ingesteld hebben en gekaderd hebben wat gekaderd moet worden. Voorzitter. De heer Rodemond. Aansluitend op het betoog van de heer Gelling, dus mogelijk kunt u dat meteen in één keer meenemen dan in mogelijke beantwoording. Heb ik inderdaad ook met de buurt gesproken en met collega's hier in de raad dat ene jaar mogelijk wat kort was. Dat wil ik nog wel geven. En dat we nu hebben gezegd omdat we in ieder geval 5 jaar een dergelijke commissie in het leven houden. Maar in ieder geval, Bert Gelling noemt het al, dat we geen open eindjes daarin houden. Dat we na die 5 jaar bijvoorbeeld eens een keer kijken van is het nog nodig of kunnen we het op een andere voet verder stellen. Hoe dan ook, het een sluit het ander niet uit. Dus hoeven we wat mij betreft ook niet te kiezen tussen 2 moties. Kunnen we beide gewoon in stemming brengen. En volgens mij kunnen we zelfs beide wel redelijk succesvol tot een einde brengen. Wat dat dat is aan u. Dat is aan u. Ik zou het gewoon helemaal niet in de tijd willen beperken. De commissie, als die functioneert, dan is die zelf denk ik voldoende bij macht om te zeggen van nou, we hebben ons ding gedaan. Het werkt naar tevredenheid. De vergaderfrequentie of de bijeenkomstfrequentie die neemt wat af. En die bepalen zelf al wanneer ze overbodig zijn. Dus ik zou die termijn er helemaal niet aan willen hangen. En u heeft terecht geconcludeerd, en dat heb ik ook al in de notitie laten weten, dat wij zeker voornemens zijn om 2 dingen voor wat betreft vanuit de buurt goed te organiseren. Dat is dat er 1 aanspreekpunt komt als dat om handhavingszaken gaat en vanuit de 3 partijen. En dat er een klankbordgroep /waarborgcommissie komt dat wij daar op in gaan zetten. Dat we die graag gerealiseerd willen hebben. En dat we geld van KGO, en in die motie wordt aangegeven een ton. Nou, dat we KGO geld in willen zetten voor participatie of iets maatschappelijks. Of misschien wel iets technisch. Maar daar heb ik al wat grenzen van aangegeven. Dus wat dat betreft omarm ik de motie van het CDA. En vind ik zelf de VVD en D66 motie daarbij overbodig. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ja, mevrouw Van Hoek. Ik heb een vraag om te komen tot een besluitvorming of ik de motie van D66 en VVD wil steunen. Dat is namelijk het volgende. Kan een dergelijke commissie wat u betreft dan ook de vraag neerleggen om een meting uit te laten voeren op het maximale moment? Dat soort vragen. Behoort dat tot de mogelijkheden? Ja, ik ben onvoldoende techneutisch, maar ik kan me zo'n vraag heel goed voorstellen. Ja. Andere vragen nog voor de wethouder? Dat is niet het geval. Ja, voorzitter. De heer Mulder, toch? Ja, maar hoe ziet de wethouder eventueel de adviserende rol van zo'n commissie? Wek je daarbij geen verwachtingen
door de omgeving aan de initiatiefnemers en de gemeente. Want voordat je het weet, speel je toch de hele zaak uit elkaar. En zou het niet verstandig zijn die adviserende rol juist achterwege te laten en altijd met z'n drieën aan tafel te gaan zitten? Ja, ik heb gepoogd om aan het begin aan te geven van wat is niet een taak van die waarborgcommissie, omdat het gewoon in de vergunning en wettelijk geregeld is. Ja, er zit een deel in van hoe gaan we die middelen inzetten, maar dat is met name aan de voorkant. En ik vind dat ze volop geïnformeerd moeten zijn en moeten worden. En met die informatie, dan kunnen ze proberen, als ze een bepaalde wens hebben, daar iets mee te bewerkstelligen. Een adviserende rol, dan krijg je, is dan een bindend advies of dat soort dingen. Dat is altijd wel een beetje, dat is altijd wel een beetje lastig. Ja, over een paar zaken moeten we gewoon helder zijn. Daar gaan ze niet, want daar voorziet de wet in. Daar voorziet de vergunning in. Ja, en daarmee stemt u vanavond in. Maar er zijn nog allerlei andere dingen waar we in samenspraak met de buurt, waar de initiatiefnemers in samenspraak met de buurt en waar wij een beetje een controlerend oog hebben als overheden, om te zorgen dat dat daar gaat op een manier die verdraagbaar is, laat ik het maar zo noemen. En adviserend is inderdaad wel een hele lastige. En kijk, als er elke dag bij ons een verzoek binnenkomt, wilt u metingen doen? Ja, het moet wel realistisch blijven natuurlijk. Ja. Dus ik deel wel wat van uw bedenkingen, van adviserend. We hebben dat meegemaakt met de klankbordgroep en dan wordt er gezegd, ja, u luistert niet naar ons. Kijk, om die spanning daar in ieder geval weg te halen. Zou je beter randvoorwaarden aan de voorkant kunnen vaststellen en zeggen van hier gaat u wel over, maar daar gaat u niet over. Daar heb ik iets van gezegd en voorzitter, het lijkt me dat dat heel goed kan in een nadere uitwerking die de initiatiefnemers samen met de omgeving, dat die daar vorm aan gegeven, waarbij wij als overheid meekijken. Goed. Voldoende. De heer Rodemos. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Mulder, omdat, als ik hem goed beluister, hij de adviserende rol van de commissie uit de motie zou willen halen. Dan is mijn vraag, welke rol ziet de heer Mulder dan wel, hoe zou je het willen omschrijven? Wat is de rol van een dergelijke commissie samen op tafel, snap ik, en dan? Nou ja, wat ik zojuist aangeef, wel heel nadrukkelijk de randvoorwaarden benoemen waar eventueel de commissie iets van kan vinden. En dingen waar je als commissie niet over gaat, hè, wat aan de overheid is of niet bedoeld daarvoor, dan kunnen we wel meegaan. Maar het gaat met name om de scherpte van de rol van de commissie. Maar het gaat dus wel over advisering, alleen over bepaalde zaken die u nog toegevoegd zou willen zien. Begrijp ik het dan goed? Ik ben even aan het zoeken hoor. Ja, het gaat dus met name om zaken die niet wettelijk geregeld, of die niet wettelijk geregeld zijn in het bestemmingsplan. Die niet handhaving is ook zo'n verhaal, dat is wettelijk geregeld. Dus daar moeten we, wat mij betreft, wat mijn fractie betreft, moeten we daar afblijven. Mag ik dan eventjes, want ik probeer te zoeken om ook de ChristenUnie mee te krijgen natuurlijk in ons verhaal. U heeft geen vraag meer voor de wethouder? Anderen ook niet? Nou ja, ik ben ook natuurlijk benieuwd naar of de wethouder dan... Want anders zou ik voorstellen om aan de tweede termijn te beginnen namelijk. Dat lijkt me verstandig, hè, voor de duidelijkheid. En dan vraag ik de wethouder weer te gaan zitten. Hè. Ik zie hem heel vermoeid kijken, maar... Zorg voor de raad, maar ook voor het college, zeg maar, om zorgen dat iedereen zich wel blijft bevinden. Ik wou voorstellen om dan inderdaad de tweede termijn te beginnen, want ik constateer dat het voorstel er ligt. Er inmiddels twee moties liggen, één van de fractie van het CDA en één van de fractie van de VVD D66. Dus die wou ik voor de tweede termijn in bespreking geven en ik wou vragen wie ik daarvoor het woord mag geven. De heer Rodemond en de heer Gelling. En dan de heer Mulder. Voorzitter, dank u wel. Ik begon al met de vraag zojuist in de eerste termijn en ik probeer maar even af te maken. De vraag is aan de heer Mulder, maar eigenlijk ook aan ons allemaal in de raad, die adviserende rol. Ik snap nu wat meer dan wat de heer Mulder bedoelt en ik ben dus ook op zoek naar een goede tekst voor de motie, zodat ik die wat breder gedragen nog kan indienen. Wat dat betreft.
In bullet 2 staat dat de commissie een adviserende rol heeft. De heer Mulder geeft erbij aan dat er ook gewoon andere zaken zijn waar de commissie niet over gaat. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die zaken die wettelijk geregeld zijn of die niet in de macht liggen van. Als we die toevoeging dus doen, kan de heer Mulder en daarmee de fractie van de ChristenUnie meer leven met de door ons voorgestelde motie. Ja, ik zal wat mijn fractie betreft scherp gaan kijken samen naar de motie van het CDA en daar de beide moties in één schuiven. Wat de wethouder aangeeft, de motie van het CDA gaat verder dan de motie van D66. Alleen wij vinden ook ontzettend belangrijk dat er een waarborgcommissie komt en dat die ook een bepaalde zeggenschap heeft. En dat die ook kan meedenken in het geheel, over de KGO-gelden. Hoe gaan we die inzetten en wat voor rol hebben we daarin? En wat dat betreft, dan zou ik oproepen om samen met het CDA in één motie datgene aan te geven wat wij belangrijk vinden voor de buurt en het meepraten van de buurt. Voorzitter. Voorzitter. Een aanvulling op de opmerking van de heer Mulder? Ja, graag. Ja, de heer Van der Valk en dan weer terug naar de heer Rol. Ja. U geeft aan die moties in elkaar schuiven. Als CDA hebben wij ook in overleg al met de collega's aan de overzijde gezegd van nou, op het moment dat met name die eerste bullet waarin die beperking zit van het ene jaar, als dat losgelaten wordt, wat de wethouder ook al aangaf, dan hebben wij op zich niet zoveel moeite met de motie van VVD D66. Dus dan zouden wij in principe naast onze eigen motie ook die motie kunnen steunen. Akkoord. De heer Rodemond. Nou ja, goed, in aanvulling op de heer Van der Valk is het inderdaad zo dat het enige wat dan een beetje pijn gaat doen is dat we dan twee keer zouden moeten stemmen in plaats van één keer. De moties sluiten elkaar zeker niet uit en in elkaar schuiven dat levert mogelijk zoveel typgedoe en vertraging in deze vergadering op dat ik dat ook niet echt wenselijk acht. De CDA zegt al, wij kunnen ermee leven en als u kunt leven met de toevoeging zoals ik die net heb gedaan aangaande de advisering, dan denk ik van nou ja, daar zijn we er volgens mij. Maar goed, aan u het uiteindelijke besluit. Ja, en u geeft aan dat het ene jaar eruit gaat en dat dat voor onbepaalde tijd is, al zolang het noodzakelijk is. Oké. Okay. Ja, akkoord. Dus de motie van de VVD, CDA of D66 wordt aangepast. Advies gaat eruit en ook de termijn gaat eruit. Akkoord. Ik was met een rondje bezig. Ik weet niet of de VVD nog behoefte heeft om te reden. Dat is nu weg. De ChristenUnie, de heer Mulder, dat is ook nu weg. En de Partij van de Arbeid. De heer Jonkhans. Ja, gehoord hebbende wat er net is gepasseerd, denk ik dat nog meer blijft staan wat de wethouder al zei. Namelijk dat de motie van VVD en D66 overbodig is. Wil je namelijk de dingen doen die het CDA wil en waar wij wel voor voelen, dan treedt gewoon de toezegging al in werking die de wethouder heeft gedaan. Namelijk dat hij zich sterk gaat maken voor zo'n commissie. En dat is ook nodig omdat er ook een meldpunt moet komen. Dus hoe we er ook over blijven praten, hij blijft in onze optiek overbodig, die motie. Voorzitter, mag ik daarop reageren? De heer Rotemond. Dank u wel. In antwoord op de heer Jonkhans, mogelijk is het heel formeel gezien en in de besluitvorming overbodig, maar omdat de buurt zo expliciet heeft aangegeven een dergelijke waarborgcommissie te willen, willen we dit graag in ieder geval ook in de besluitvorming onderstrepen. En dat is een beetje onze lijn. En mogelijk vindt u dat wat overdreven, zo be it, maar ik bedoel, die handreiking wil ik naar de buurt in ieder geval doen. Dat zou dus betekenen dat ik dus de wethouder dus daarin moet wantrouwen als die toezegging doet. Nee, dat betekent dat niet. Ik wantrouw de wethouder in dit punt helemaal niet, omdat hij hele heldere verhalen heeft gehouden rondom deze waarborgcommissie. En ik volgens mij begrijpen, ik en de wethouder elkaar prima. Nogmaals, dit is een signaal met name richting de buurt, maar ook een signaal richting toekomstige initiatieven wat ons betreft. Akkoord. Anderen nog in de tweede termijn. Dan constateer ik dat er nog steeds het voorstel ligt. Dat er ook nog twee moties boven de markt hangen. En ik heb niet de indruk dat beide moties worden ingetrokken. De fracties geven aan de moties in stemming te willen brengen. Waarbij in dit geval van de motie van het CDA de wethouder aangeeft van nou die kan ik omarmen.
Bij motie van de D66 VVD dat wat minder het gevoel heeft, maar ook niet zegt van ik ontraad hem ten zeerste. Dus mijn voorstel zou zijn om de moties bijna in stemming te brengen. U wilt een signaal afgeven, een politiek signaal afgeven. Voorzitter, nou ben ik even confuus, want ik had, we zijn nog steeds bezig met die moties, die zijn helder. Maar ik had nog wel een vraag over het oorspronkelijke agendapunt aan de wethouder. Kan dat nog? U heeft dat niet in eerste termijn. Nee, maar u hebt heel duidelijk aangegeven dat we het alleen gingen hebben over de moties en niet over. De tweede termijn is natuurlijk ook nog om op het voorstel weer door te gaan. Maar wil ik daar nog graag even normaal gesproken zou de vraag in de eerste termijn aan de orde moeten komen. Nou, maar daar gaf u heel duidelijk aan dat we het alleen over de moties gingen hebben. Dus daar heb ik even gewacht. Maar goed, als ik mij nog één vraag. We zijn nu met de tweede termijn bezig. En in de tweede termijn ga ik ervan uit dat er geen vragen zijn overgebleven uit de eerste termijn. Want er waren geen vragen voor de wethouder, behalve dan over de moties zelf, de beide moties. Dus dat was het enige waar we nog over moesten hebben. Dus zodoende. Nou, goed, hebben we elkaar verkeerd begrepen. Ik dacht dan, vanwege uw inleiding dat het zo duidelijk ging over vragen ter zake de moties, dat we nog even zouden komen op het voorstel aan zich. En daar hebben we nog één vraag over eigenlijk. Met uw permissie? Ja, ik wil u die gelegenheid geven. U heeft nog een vraag aan de wethouder over het voorstel zelf. Ja, en dan wil ik ook naar de besluitvorming overgaan. Ja, helder, maar het is voor mij wel een tamelijk prangende vraag. Die je ook ziet op de inleiding van het CDA. En die betrof namelijk het businessplan. En dat intrigeert mij toch wel. Want daar kwam even uit naar voren uit de discussie dat mocht het businessplan ruimte laten voor het opheffen van bezwaren van de insprekers onder slagschaduw en de periodieke geluidsbelasting, dat het CDA dan in ieder geval willen heroverwegen haar standpunt. Dat maakt het wel heel erg interessant om van de wethouder te horen hoe het nou zit met dat businessplan. Want wij horen telkens dat daar geen enkele ruimte in zit. Maar is dat zo? Of zit er nog wel degelijk ruimte in om wellicht de achtneuzen aan de overkant nog mee te krijgen ter zake van wat aanpassingen? Het woord is aan de wethouder om een reactie te geven op dat wat hier gelijk staat. Voorzitter, ook in de notitie heb ik aangegeven dat de rek eruit is. Ik heb het de vorige keer gezegd, ik heb het in de notitie nog eens een keer aangegeven. Als u zich beseft dat de SDE-subsidie die wordt verstrekt, die houdt geen rekening met de kosten voor financiële participatie en of compensatie. Dat zit er niet in. Dat moet je dus al uit het verdienmodel halen. Ontwikkelkosten in de voorbereidingsfase zitten er niet in. De kosten van bovenwettelijke maatregelen, zoals KGO, stilstand of andere dingen in het kader van slagschaduw of geluid, dat zit er niet in. Ja, de SDE-subsidie die wil voor zo laag mogelijk kosten zo'n hoog mogelijke energieopbrengst zien. Ja, de SDE-subsidie, er zit geen index in. Dus de getallen van dit jaar, die sleep je 15 jaar mee. Dus geen index voor personeel, geen index voor machines, geen index voor onderhoud en dat soort dingen. Ik heb aangegeven dat op het moment dat ze geplaatst gaan worden, dan moeten de certificaten erbij zijn. Maar daarnaast is het ook zo dat er een zogenaamde, heb ik mij laten vertellen, een MSK-toets wordt gehouden door de SDE-subsidieverstrekker om te beoordelen of er niet te veel subsidie is uitgekeerd. Dus aan alle kanten is het redelijk ingeperkt. Als u zich dan realiseert dat er zeg maar 480.000 KGO wordt uitgekeerd, als u zich dan ook beseft dat er met de hoogte al het nodige is gedaan, dat ook de radar al het nodige heeft weggesnoept, ja, dan kan ik concluderen dat de rek er volledig uit is. Ik mag nog één korte vraag ter verduidelijking, want we hebben net gehad over de waarborgcommissie die van u ook gegarandeerd helderheid en inzicht krijgt in cijfers. Bent u ook genegen om de exploitatiecijfers aan die waarborgcommissie ter beschikking te stellen, dat mocht er nou in de looptijd van het park wel ruimte ontstaan voor het opheffen van bezwaren, dat die mogelijkheid ook geboden wordt? Ja, ik ga niet over de exploitatiecijfers om die wel of niet aan omwonenden ter inzage te stellen. Dat zijn de initiatiefnemers. Maar als u even teruggaat in de tijd, in maart 2013 lag het bestemmingsplan ter inzage en dat lag vertrouwelijk voor u als raad, lag er ook de hele exploitatieopzet bij. Ja, dus u heeft zich daar zelf van kunnen vergewissen. En om zaken aan omwonenden enzovoort ter beschikking te stellen,
Ja, dat kan ik niet afdwingen en dat wil ik ook niet afdwingen. Begrijp ik. Alleen een van de motiveringen om dit voorstel zo neer te leggen en te constateren dat er geen rek is, houdt wel in ook de informatievoorziening dat er geen rek is. Wij hebben dat gezien, maar u gaat in de komende 10, 20 jaar met de omwonenden in gesprek, op uw eigen verzoeken, niet gelimiteerd, maar eindeloos met de waarborgcommissie. En is het dan zo raar dat u vervolgens, als u toch met die waarborgcommissie ieder jaar wilt overleggen, om ze ook deze cijfers, die als uitgangspunt dienen voor het niet toekennen van bezwaren, om die ieder jaar gewoon neer te leggen? Ja, kijk, als ik er persoonlijk naar kijk, denk ik, ik ga daar niet over. Ja? Dus ik zou ook niet weten hoe ik dat af moet dwingen. En het is aan de initiatiefnemers om op enig moment aan te geven van, nou, zo ziet onze exploitatie eruit. En dit zijn de resultaten. En ja, misschien kun je op jaarrekening niveau, kun je ook dingen zien. En jaarrekening, als het goed is, zijn die ook redelijk openbaar. Dus ik denk dat het niet er redelijk aan wat basisinformatie kan komen. Dat doen we ook niet bij andere exploitaties. Ja, als iemand een varkensschuur begint, ja, dan vragen we ook niet van, wil u elk jaar aan de buurt laten zien hoeveel varkens heeft u naar de slacht geleid of zo. Dat doen we ook niet, dat kunnen we ook niet afdwingen. Ja, maar als het een jaarrekeningplichtig bedrijf is, en dat zijn de meesten, dan kun je gewoon de jaarrekening, als het goed is, kun je opvragen. Ja? Maar ik kan het niet afdwingen. En ik wil het ook niet afdwingen, dat zeg ik er ook meteen bij. Akkoord. Goed. Volgens mij zijn we daarmee aan het einde gekomen van de tweede termijn. Er zijn geen vragen meer blijven liggen, constateer ik. De heer Van der Valk toch nog? Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil toch wel graag het dictum van de motie van VVD en D66 even duidelijk hebben nu. Ja. Voordat we gaan stemmen. Dat mag nu. Ik wou het straks bij de besluitvorming doen over de motie, om even inderdaad duidelijk te hebben van wat staat er nu wel in en wat staat er niet in. Omdat dat toch nogal wat ruimte laat inderdaad voor interpretatie bij de verschillende bullets. Als u zegt van ik wil het nu doen, dan gaan we dat nu direct bekijken. Want dan zou de vraag inderdaad zijn van u had het over de termijn, hè, maximaal 1 jaar, dat zou eruit gaan. Komt daar iets voor in de plaats? Niet? Ik hoor u, voorzitter. Ik heb een dictum zelf enigszins aangepast, maar mogelijk is het handig dat we dat eventjes uitprinten in een korte schorsing. Of kan ik het voorlezen? Keuzes en wat mij betreft mag u het ook voorlezen, maar is het misschien handig toch om dan terug te gaan naar de besluitvorming, eerst over het besluit te besluiten, dan de motie van het CDA in stemming te brengen en dat we dan bij uw motie komen? Ik laat het aan u, voorzitter. Dan blijft de informatie ook het meest hangen bij iedereen op dat moment. Dan weten we ook zeker dat we het goede dictum hebben. Ik schat u hoog in, maar volgens mij is het goed om dat bij het besluit zelf te doen. Akkoord? Akkoord. Dan wil ik het besluit zelf over de Veenwieken in stemming brengen. Voorzitter, ik wil u graag verzoeken om een hoofdelijke stemming. En ik zal u dat kort toelichten. Zoals u weet zijn we onlangs samengegaan met de fractie van Leefbaar Hardenberg. Leefbaar Hardenberg heeft altijd heel expliciet een ander standpunt gehad als wij als VVD. We willen op dit moment de ruimte bieden ook aan degene van Leefbaar Hardenberg, zijn de mevrouw Baarslag, om kort een stemverklaring te geven. Akkoord, dat wordt een hoofdelijke stemming. Dan gaan wij kijken waar we met de hoofdelijke stemming beginnen. En voordat we dan aan de stemming beginnen, dan vraag ik mevrouw Baarslag om de stemverklaring af te leggen. Ja? Maar dat doe ik zo meteen. Dat ook dat zo kort mogelijk op besluitvorming zit, zeg maar. Dat is nummer 20. En dat betekent dat wij beginnen bij nummer 20. Dat is de heer Mulder van de Partij van de Arbeid-fractie. Ja, zo gaat dat soms. Maar we hebben een begin. En de vraag is dus, kunt u instemmen met het voorstel vaststelling bestemmingsplan beeldkwaliteitscriteria en de omgevingsvergunning verlenen voor het windpark De Veenwieken? En dan is het antwoord voor of tegen voor alle duidelijk. De heer Mulder is dus afwezig. Dan komen wij bij, ik ga het even voorlezen en de griffier schrijft mee, nummer 21, de heer Klaas Mulder. Voor. De heer Nijhoff. Voor. De heer Odink. Niet aanwezig. De heer Reiling. Voor. De heer Rodermond. Voor. De
De heer Stelpstra. Voor. De heer Van der Valk. Voor. Mevrouw Van Veldhuizen. Voor. De heer Van der Wel is afwezig. Mevrouw Willems is afwezig. De heer Wilts. Voor. Mevrouw Baarslag, u gaat een stemverklaring afleggen. Excuus, dat had ik even moeten vragen. Nou, voorzitter, vanuit mijn positie van Leefbaar Hardenberg hebben wij altijd grote problemen gehad met de windmolens. Ja, dat heeft te maken met de verkwisting van belastinggeld, maar ook het nadeel voor de bewoners, slagschade en nachtelijke lawaai. Dus in die zin zijn we consistent. Ik heb nog even gedacht om te draaien als de Waarborgcommissie een soort van informatieverplichting zou kunnen krijgen ten aanzien van de informatie die van de initiatiefnemers zou kunnen komen. Dat is voor mij niet stevig genoeg, dus ik stem tegen. Mevrouw Baarslag stemt tegen. De heer Bak. Voor. De heer Bakhuis. Voor. De heer Van den Berg. Voor. De heer Boersma. Voor. De heer Botter. Tegen. De heer Breukelman. Voor. De heer Brink. Voor. De heer Dogger. Voor. De heer Gelling. Voor. De heer Van der Grampel. Voor. Mevrouw Hansen. Voor. Mevrouw Van den Hoek. Voor. Mevrouw Hof. Voor. De heer Jonkhans. Voor. Mevrouw Kelder. Tegen. De heer Kloekhorst. Tegen. Mevrouw Kloekhorst Augustijn is afwezig. Mevrouw Luiten. Voor. En dat was de laatste in de rij. En daarmee is het voorstel met 22 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. Aldus besloten. Komen wij bij de moties. Te beginnen toch bij motie 1, de motie van D66 en de VVD-fractie. Het is goed om daar nog even zorgvuldig naar te kijken naar naar de tekst. Ik vraag aan de heer Rodemond of de heer Bak, maar de heer Rodemond volgens mij om nog even scherp aan te geven. Voorzitter, ja. Ik begrijp procedureel gezien dat de meest verstrekkende motie eigenlijk als eerste in stemming gebracht moet worden. En ik dacht dat de motie van het CDA wat dat betreft het meest verstrekkend was. Ja, daar heeft u. Ja, de vraag is hoe verstrekkend dat is, of daar veel verschil in zit. Maar u heeft het eerder aangegeven en wat mij betreft dan gaan we eerst naar motie 2 toe. Dat kan, dat is prima. Omdat dat de meest verstrekkende zou zijn. Als dat de heer Van der Valk gelukkig maakt, dan kunnen wij... Nee, maar goed, dat is wel goed gebruik in dit huis. Dus daar heeft u terecht op. Dan gaan wij die motie in stemming brengen. Die hoeft niet gewijzigd te worden. Dus ik vraag aan uw raad of u in kunt stemmen met de motie van de fractie van het CDA om een deel van de KGO in gelden in te zetten voor maatschappelijke doeleinden in het gebied. Het college op te dragen, daar het overleg met het college van GS aan te gaan. Fractie van het CDA. Voor. ChristenUnie. Voor. GroenLinks. Voor. VVD. Voor. D66. Voor. Op koerspunt nu. Voorzitter, we zien de motie als een doekje tegen het bloeden en mosterd naar de maaltijd. We zijn tegen. Ja. U moet wel vragen om een stemverklaring als u dat zou doen. Dan vraag ik u met terugwerkende kracht van 10 seconden geleden om een stemverklaring. En dan ja. Is die bij deze afgelegd. Nou ja, kort. Voor of tegen? U bent tegen inderdaad met de fractie van koerspunt nu. De fractie van de Partij van de Arbeid. Voor. Daarmee is de motie van het CDA meerderheid van stemmen aangenomen. Al dus besloten. Dan komen we nu inderdaad bij motie nummer 1. Om nu dan niet te laat te zijn, voorzitter, maak ik u meteen deelgenoot van het feit dat we opnieuw een stemverklaring zullen afleggen. Ik ben blij dat u dat aankondigt. Het is altijd goed om daarop te anticiperen. Maar we gaan eerst kijken naar het tekstvoorstel. Het woord is aan de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. De tekst van het dictum luidt nu als volgt. Batterij was op. Excuses.
draagt het college op om een waarborgcommissie in te stellen voor zolang als wenselijk wordt geacht door de deelnemers. De commissie een adviserende rol te geven over leefbaarheid van de woonomgeving, welzijn, gezondheid en veiligheid, voor zover niet wettelijk geregeld in het gebied rondom het windpark. De adviezen van de commissie voor te leggen aan de betrokken instanties, waaronder initiatiefnemers, gemeente en provincie, en de kosten van deze commissie te dekken uit de beschikbare KGO-gelden voor de geldende periode. Akkoord. Daarmee heeft u de motie verder gepreciseerd, zeg maar. Volgens mij leidt het bij het college niet tot een andere advisering. In die zin is hij verder aangescherpt en wil ik de motie in stemming brengen. En ik maak opnieuw een ronde en ga nu linksom. Bent u voor of tegen de motie, de fractie van de Partij van de Arbeid? Wij zijn tegen. Stemverklaring van de opkoers.nu. Dank u wel, voorzitter. Om dezelfde reden van de motie van het CDA stemmen wij tegen. Met de toevoeging dat ons volstrekt onhelder is wat die waarborgcommissie werkelijk gaat doen. Akkoord, duidelijk. Opkoers.nu is tegen. D66. Wij zijn voor als indiener. Ja, VVD-fractie. Ook voor. Voor. GroenLinks. Voor. ChristenUnie. Voor. En de CDA-fractie. Voor. Daarmee is ook deze motie ingediend door D66 en de VVD aangenomen met een meerderheid van stemmen. Nee, draai een teken. Aldus besloten. Daarmee hebben we agendapunt 6a behandeld. Een einde gekomen aan een hele lange procedure rondom de realisatie van het windpark De Veenwieken. Nu zal in de Provinciale Staten nog een besluit worden genomen. En dan zal het proces zijn verdere weg vinden. Wij gaan door met agendapunt 6b, een ingevoegde bespreekstuk, een motie, vreemd orde aan de dag over de regenboog, een zogenaamde regenboogmotie. Het woord is aan de fractie van D66. Mevrouw Hansen gaat het woord voeren. Dank u wel, voorzitter. 11 oktober aanstaande is het de Nationale Coming Out Day. Een dag waarbij aandacht gevraagd wordt voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met intersexencontrole. Met name aandacht voor hun rechten en de discriminatie die zij heden ten dagen nog steeds ondervinden, wordt hier centraal gesteld. Nederland staat centraal staat bekend om haar tolerante houding. Dat blijkt ook al uit het feit dat meer dan 80 gemeentes, provinciehuizen en landelijke overheidsgebouwen die dag met de paars of met de regenboogvlag versierd worden. Maar helaas, ook in Nederland komt het nog steeds voor dat homoseksuele mannen niet hand in hand over straat kunnen lopen. Lesbiennes uitgescholden worden als ze elkaar zoenen. En de ergere voorbeelden hoef ik u niet te noemen. Samen met GroenLinks dient D66 daarom ook een motie in, waarbij ook Hardenberg voor alle duidelijk maakt dat ze achter de doelstellingen staan van deze dag. Het tegengaan van discriminatie en het bevestigen van de gelijke rechten voor de LHBTI'ers. En het dictum luidt dan ook, het meest korte dictum van deze avond, draagt het college op om op 11 oktober de regenvlag te hijsen. Waarvoor dank. En ik ga het over tot de orde van de dag. Dank voor het indienen van de motie. Een aantal mensen zie ik die wil daarop reageren. De VVD-fractie, CDA-fractie, ChristenUnie, op post.nu. Ik begin bij de VVD-fractie. De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Hansen, een buitengewoon sympathiek voorstel waarbij de vraag bij de VVD-fractie komt, is dat nodig om te vlaggen? Maar goed, wij hebben daar ook niks op tegen. Als u wilt vlaggen, dan gaan we vlaggen. Maar de vraag is wel, waarom nu specifiek? Hè? Want er zijn zo verschrikkelijk veel groepen waar u voor kunt vlaggen. Zou u de motie dan niet wat breder uit willen zetten door bijna te stellen dat we echt voor iedereen die sympathie verdient, en dat is een lastige, om daarvoor te gaan vlaggen ook. Want wij hebben daar moeite mee om nou alleen hier de vlag van uit te halen. Waar we overigens volstrekt niet tegen zijn hoor. Maar nou, misschien kunt u een vlag gaan ontwerpen alvast. Ik wil serieus. Ik hoor van meneer Reiling dat er ook een dag van de roodharigen is. Nou, daar staan we ook sympathiek tegenover.
En juist om te voorkomen dat we nou te veel aandacht vragen waar we eigenlijk het volstrekt normaal vinden dat iedereen in zijn eigen beleving kan leven in alle vrijheid die wij als VVD natuurlijk voorstaan, vinden wij gewoon de vraag nu hoor, waarom nou deze aandacht hiervoor, terwijl we eigenlijk de hele dag te maken krijgen met minderheden, met allerlei zaken die aandacht vragen. En u komt hier specifiek mee, nogmaals heel sympathiek, maar wat doen we met al die andere groepen? Dank u wel, meneer Gelling. Ik kan eigenlijk meteen een vraag aan u terugstellen. Waarom heeft dan de landelijke VVD tijdens de Kennel Pride een eigen VVD-boot? Ja, nou, en nogmaals, omdat wij natuurlijk volstrekt in vrijheid leven en echt iedereen het fantastisch vinden om te leven. Maar laat ik u toezeggen, ik heb net de Dag van de Roodharigen genoemd, dat wij dan als VVD-fractie hier op de Dag van de Roodharigen ook op een boot gaan staan. Ik vind het prima. Waar het om gaat, is dat u nou één groep eruit had om daarvoor te gaan vlaggen. En dat vind ik prima, maar waar ligt het onderscheid? Nou, waar gaan we voor vlaggen en waar niet? Het onderscheid is wat mij betreft dat het structurele gediscrimineerd worden, het niet in vrijheid kunnen leven en in vrijheid kunnen gedragen. De aantal aangiftes nemen nog steeds toe. Het is een nationale dag. Dat is de reden waarom je dan ook nationaal een actie onderneemt. En dat is ook de reden waarom je nationaal een vlag zou kunnen hijsen. En het staat u vrij om op elke andere dag, voor de vermeende secretaressenmishandelingsdag of de roodharige dag of welke andere dag, eenzelfde motie in te dienen. Jan krijgt de druk met het kopen van vlaggen, maar ik denk dat omdat dit een traditie begint te worden, misschien ook wel een reden is om een traditie in stand te houden. Mevrouw Hans, de voorzitter is hem gesmeerd, dus ik moet het even zonder de voorzitter doen. Ik kan gebruik van de ruimte. Ik vrees dat hij zich al voorbereidt op het heffen of op het hijsen van de vlag. Hij kijkt daarnaar. De vlag in kwestie, is die in bezit? Heeft de gemeente een regenboogvlag? Nu gaat u wel heel ver op de uitvoering, denk ik. Want we gaan natuurlijk naar de dekking, mevrouw Hansen. U voelt hem aankomen. wat in deze misschien wel een wat merkwaardige vraag is. Misschien moeten we dit voorstel uitstellen en afwegen bij de begroting. Eén moment. Even terug naar de discussie. Voorzitter. Als de heer Gelling klaar is, dan wil ik het woord geven aan de heer Breukeman. Ja. Welk antwoord? Of die vlag er al is. Nee, de vlag is er nog niet. Weet ik uit betrouwbare bron. Akkoord, de heer Breukeman. Ja, voorzitter, ik onderschrijf ook het verhaal van de heer Gelling. Er zijn ontzettend veel dagen, weken, week van het pers. Je kunt zo gek niet bedenken of ik tegenwoordig wel een dag en tijd heb of een week voor te vinden. Maar toch een iets andere draai en die vraag waar ik me zit. Even los van wat allerlei landelijke partijen en boten op allerlei kanalen doen. Dan hebben we die vraag ook alvast in ieder geval beantwoord. Maar ik mag ook graag zelf nadenken. En dan denk ik, u zegt zelf, het begint een traditie te worden. En dan vraag ik mij af, is het nou verstandig om met een vlag, met een traditie, altijd maar dat label te blijven geven, terwijl je juist met elkaar een samenleving wilt waarin dit soort zaken gewoon volkomen normaal en geaccepteerd zijn? En dan krijg ik altijd het gevoel bij zo'n vlag van, nou, we moeten toch daar wat extra aandacht aan besteden. Wat is uw kijk daarop? Ik denk dat zolang mensen nog steeds bedreigd worden en in gevaarlijke situaties terechtkomen, ik deel uw droombeeld van er komt een tijd, hoop ik, en ik hoop de hele raad met me, dat het totaal niet meer nodig is. Maar op dit moment is het gewoon nog de vrede werkelijkheid dat je beperkt wordt in je uiting van je zijn. En ik denk dat ook wij als raad in Hardenberg ook naar onze omgeving duidelijk kunnen maken waar wij staan. En dat is namelijk dat we tegen discriminatie zijn en dat we mensen de ruimte geven hun leven in te vullen zoals zij dat wensen. Akkoord, mevrouw Luiten. Misschien wat laat, maar dat zal wel door de griep komen. Maar het verbaast mij een beetje dat deze dag zo over één kam wordt geschoren. Dus dat heb ik dan mijn vraag eigenlijk naar meneer Breukeman en meneer Gelling. Met Roodhagedag, secretaressendagen en dergelijke. We hebben het hier over de vrijheid om te houden van wie je wil. En dat is een van de grondrechten. En dat je secretaresse een bosje bloemen geeft of dat je je rode haar zwart wil verven, lijkt me niet helemaal op hetzelfde level als een grondrecht als deze. En bovendien, dit is ook een emancipatiestrijd die al jaren wordt gevoerd en die lijkt het op dit moment slechter lijkt te worden. Dus mevrouw Hansen, dat is weliswaar geen vraag, maar onze steun. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daar... Dank u wel. Ja, mevrouw Van Was in afwachting als mede-indiener om hier ook wat over te zeggen. Ik begrijp best dat het lachwekkend gemaakt kan worden, maar de ernst van de situatie waar mevrouw Hans en wij deze motie indienen, is dat je erkent dat dit probleem er is en dat we daarmee aangeven dat deze groep steun heeft en mag zijn in onze gemeente. Daar is, vind ik, helaas niets om te lachen dat dat nog nodig is. Ja, voorzitter, ik wil toch even verder van mij werpen het verhaal over lachwekkendheid, wat dan ook. Ik had uit die 170 voorbeelden ook een heel aantal kunnen houden. Ik ga ook geen wedstrijd houden over wat nou het meeste ergens is en wat niet. Dus dat gedeelte van de discussie, daar hou ik mij verder van. Voorzitter, we kunnen niet ontkennen dat op dit moment net allemaal heel erg moesten lachen om allerlei ideeën die werden geopperd aan mijn rechterzijde. Ik beticht niemand. Ik geef alleen wel aan waarom wij dit belangrijk vinden. En daarmee onderschrijf ik ook de woorden van mevrouw Luiten. Akkoord, waarvan akte, de heer Kloekhorst. Voorzitter, ik zal mij niet lachwekkend uitlaten. Ik wil het als lokaal partij even heel praktisch benaderen. En dan gaat het om de motie zelf. Er staat, draagt het college op? Mijn eerste vraag is, van, gaat het college dat echt doen? Dan vindt u ons aan uw zijde. De tweede vraag is, van, op het gemeentehuis. Ik zou u daar afraden, want Paul staat ernaast. Punt 3. Alhoewel, ik zou het college wel willen zien klimmen, hoor. Met ook een soort coming out dan. Derde punt is van, de vlag wordt gehesen, maar naar mijn informatie moet die ook gestreken worden. En het liefst door tegen zonsondergang. Nou goed, ik denk niet dat het nodig is om daarop te reageren. Nee. De heer Brink. En even een klein kort vraagje, voorzitter. Ik sluit me aan met mijn buurman, meneer Breukeman, dat het in onze beleving volstrekt normaal moet zijn dat je kunt houden van wie je wil, dat daar geen misverstand over bestaat. Maar u zei het ook, aangiftes in de landen nemen steeds verder toe ten aanzien van homoseksuelen en dergelijke. Hoe is dat voor Hardenberg? Daar ben ik wel benieuwd naar. Weet u dat? Ik zou het niet weten. Ik heb al een keer een andere vraag uitgezet richting onze gemeentelijke, of tenminste tegenwoordig landelijke politie. En het verkrijgen van cijfers blijkt uitermate moeilijk te zijn en de portefeuillehouder kan dat beamen. Vragen, opmerkingen nog, de heer Boersma. Ja, dank u wel, voorzitter. Laten we opstellen, de acceptatie van de medemens waarvoor deze vlag uitgestoken moet worden staat buiten alle kijf, ook in onze fractie. We zijn wel benieuwd naar het vlagbeleid van de gemeente. Misschien kan de wethouder daar straks iets over zeggen. Ik heb even gegoogeld op internet. Het zijn 170 bijzondere dagen. En dat zijn echt geen flauwekul dagen. Daar wil ik het ook helemaal niet over hebben. Maar er is hier een mevrouw in deze wijk. Die komt uit Vietnam. Die brengt elke dag haar kindertjes. Om 12 uur haalt ze uit school. En die wordt elke dag getreiterd door jongens van de diverse scholen. En daar zou ik ook wel eens een vlag voor uit willen hangen. Dus dat geef ik aan van, hè, wat doen wij met die mensen? En derde ding is, en daar heb ik wel echt zorgen, zet u juist door het ophangen van die vlag deze groep mensen, die wij heel normaal vinden, wat we ook geaccepteerd hebben in deze gemeente, niet iedereen, dat zal straks ook bij buitenlanders gebeuren, zet u die groep juist niet apart. En een positief signaal geeft een precedentwerking, want dan kunnen we straks elke dag wel een vlag ophangen. En tenslotte, u zou onze burgers op kunnen roepen, en dat kunt u in het plaatselijk blad doen, om op die dag een regenboogvlag aan te schaffen en op te hangen. Dat, dank u voor die suggestie. Ik zal kijken of dat nog tijdig in plaatselijke media kan verwerken. Het blijft een feit dat er heel veel groepen het verdienen om voor gevlagd te worden. Misschien zelfs meer dan voor de verjaardag van een van de leden van het Koninklijk Huis. Echter, dit is een opkomende traditie waarvan wij in elk geval gedacht hebben van als gemeente Hardenberg maken we ook naar onze inwoners duidelijk dat dit is de manier waarop wij deze groep mensen op dit moment positief willen ondersteunen. En hopelijk komt er een dag dat het nooit meer nodig is. Maar mag ik daar anders over denken terwijl ik het op zich met de acceptatie van deze mensen volledig met u eens ben? Dat mag u volledig. En ik zou ook de laatste zijn die richting u zal zeggen van u doet dat vanwege het feit dat u
iets afkeurt van deze groep, maar dat u een andere afweging maakt ten aanzien van het vlaggenbeleid. Dat is voor mij helder. Akkoord. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan voordat de motie in stemming gebracht wordt, zou ik nog vanuit de zijde van het college willen reageren. Wij kennen... U mag gaan zitten wat mij betreft, ja. Vanuit het college, er is geen gemeentelijk beleid rondom het vlaggen. Niet anders dan dat wij zeg maar de vlaginstructie hanteren zoals die vanuit de Rijksoverheid wordt voorgesteld. Wij hebben als college ook het standpunt dat dit ook vooral een zaak is van de gemeenteraad. Je kan er heel pragmatisch naar kijken, je kan er fysiek naar kijken, je kan er ook heel erg inhoudelijk naar kijken. Mevrouw Luijten heeft dat denk ik op een hele mooie wijze ook aangegeven. De inhoud van de gedachte achter de vlag is eigenlijk wel een hele grote. Dus dat vergt het wel om daar serieus over te zijn en er goed over na te denken. Maar we hebben als college gezegd van dat is ook juist iets van de gemeenteraad om daar wat van te vinden. En wij zijn belast in die zin met de uitvoering van datgene wat u besluit als raad. En dat zullen we met verve doen, zoals we dat altijd doen. En ik heb net even nagevraagd bij de bode en die is in staat zeg maar, om dit fysiek te handelen. Zei het wel dat er nog een vlag inderdaad moet worden aangeschaft. Maar dat mag nooit een belemmering zijn voor de achterliggende gedachte hiervan. Dus dat van de zijde van het college. En het is aan uw raad om te zeggen van... Nou, zien wij dit als zoiets zodanig iets bijzonders. Dat we zeggen van, nou, dat is goed om te doen. Of zeggen we van, ja, er komen meerdere verzoeken binnen. Want die komen er binnen per jaar. Nou, daar geven we geen medewerking aan. Dus het is aan de politiek van Hardenberg om hier een uitspraak over te doen, wat het college betreft. Mag ik overgaan tot de stemming of is er nog behoefte om daarop te reageren? Korte schorsing misschien. Dat lijkt me heel goed. U heeft dan een paar minuten voldoende? Dat hoop ik. 5 minuten schors ik de vergadering. Beste mensen, mag ik u verzoeken om plaats opnieuw in te nemen voor agendapunt 6b... De regenboogmotie ingediend door de fractie van D66. Graag de leden van de raad. Ik heropen de raadsvergadering van dinsdag 26 september. Aan de orde is agenda punt 6b. De regenboogmotie ingediend door de fractie van D66. De fractie van het CDA had gevraagd om een schorsing. En GroenLinks, meneer. En GroenLinks, mevrouw Van den Hoek, hadden gevraagd om een schorsing. Wie wil het woord voeren over de ingediende motie? Of kunnen wij rechtstreeks gaan stemmen? De heer Boersma wil nog spreken over de motie, anderen niet. De heer Boersma, het woord is aan u. Dank u wel, voorzitter. Wij beseffen, en dat hebben we net ook in de pauze nog gemerkt, dat er in Hardenberg nog steeds mensen zijn die de vrijheid niet hebben om hand in hand met elkaar te lopen als geliefden van hetzelfde geslacht. En daarom vinden we wel dat we de aandacht aan moeten schenken. We willen ook beslist niet tegen zijn. We hopen en bidden, en dat meen ik echt serieus uit de grond van mijn hart, dat als we deze vlag ophangen, dat die in no time, jaren, een aantal jaren, niet meer opgehangen zou moeten worden, omdat we bereikt hebben wat we willen bereiken. Akkoord. Stemverklaring. Ik breng de motie in stemming. En ik maak een rondje. Wie is voor aanneming van de motie, de regenboogmotie van de fractie van D66, gesteund door GroenLinks? CDA. Voor. ChristenUnie. Voor. GroenLinks. Voor. De VVD-fractie. Voor. D66. Voor. Op koerspunt nu. Voor. En tenslotte de fractie van de Partij van de Arbeid. Voor. Daarmee is deze regenboogmotie in unanimiteit aangenomen en zal de vlag worden gehezen op de 11e oktober. Dank. Daarmee hebben we de spreekstukken gehad. Komen we bij de hamerstukken. Agendapunt 7. Er is een stemverklaring mogelijk bij agendapunt 7. Behoefte aan, dat is niet het geval.
Dan vraag ik u, kunt u instemmen met de gewijzigde vaststelling bestemmingsland buitengebied Hardenberg, herzieningen regels? Ik kijk rond. U kunt instemmen met dit voorstel. Met aanwezigheid van alle leden hier aangenomen. Dan agenda punt 8, vaststelling wijziging artikel 215 bouwverordening gemeente Hardenberg. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. U kunt instemmen. Akkoord. Akkoord. Agenda punt 9, wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio IJsseland. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. U kunt daarmee instemmen. Akkoord. Akkoord. Brengt ons bij agenda punt 10, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? De heer Gelling. Ja, voorzitter, even heel kort. We hebben het eerder over gehad in een andere gelegenheidsvraag. We kregen vanochtend een vraag van een journalist uit onze gemeente die tot voor kort hier linksachter in de zaal zat. Ik zal geen naam noemen. De vraag stelde aan alle fracties of wij vonden dat de Olympiatour, het bericht genoemd het wielerfeestje, of wij dat een goede besteding vonden. En ik heb toen geantwoord dat ik dat vond. Dat mijn fractie het volstrekt een goed evenement vond, omdat u daarmee voldeed aan uw evenementendoelstelling, namelijk een groot evenement wat Hardenberg op de kaart zou zetten en waarbij economische spin-off zou worden gehaald. Dus lovende woorden vielen u ten deel. En toen kreeg ik terug dat het niet uit het evenementenbudget werd bekostigd, maar uit het budget verkeersveiligheid en openbare ruimte. En toen kwam ik een wat morele kwestie terecht en ik wil hem graag aan u voorleggen. Vindt u dat ik de desbetreffende journalist moet antwoorden dat het nog steeds goed besteed is? Want hadden wij gelden voor openbare orde en verkeersveiligheid niet anders kunnen besteden? Wat vindt u? Wat moeten wij daarop antwoorden? Ik denk dat we het collectief moeten doen. Ja, daar kan ik heel kort in zijn. Op zich heel kort in zijn. Ik ga niet over wat uw fractie vindt. Dat moet u zelf uw eigen antwoord dichten of u dat memorabel vindt. Wat het college heeft geconstateerd is dat op zich het evenementenbeleid een warm hart is toegedragen. Dat daar budget voor beschikbaar is gesteld. Dat budget is uitgeput, dat is besteed. Dit evenement wordt grotendeels ook gefinancierd door ondernemers. Dat is in de markt gezet, zeg maar, en daar is spontaan op gereageerd. Veel ondernemers uit deze gemeente doen daar aan mee. En wat wij hebben gezegd, en dat gebeurt wel vaker, zij dat evenementen vaak op één locatie zijn. De veiligheid moet wel worden gewaarborgd. Verkeerscirculatie is een overheidstaak en daar zijn kosten mee gemoeid. Wij proberen die kosten zo beperkt mogelijk altijd te houden. En dat lukt wel als dat ergens op een afgesloten terrein is. Kotermeerstal of hier op het plein. Maar als je dat doet in een deel van de gemeente waar je 20 kilometer moet rondrijden, dan zijn daar kosten mee gemoeid. Bebording, wegomleidingen, communicatie daarover. En zodoende is dat budget bekostigd deels uit de verkeersveiligheid en deels uit de openbare orde. Dus op die manier is dat geld beschikbaar gesteld, overeenkomstig daar waar het ook voor bestemd is. Of u daarmee eens bent of niet, ik lees het morgen ongetwijfeld of overmorgen in de krant. Tenzij u daar nog nader over wilt spreken. Maar dat is in ieder geval de afweging geweest van het college, laat ik het zo zeggen. Voldoende voor dit moment? Ja, akkoord. Dank. Anderen nog bij de rondvraag. Dat is niet het geval. Dan wil ik u namens het college nogmaals uitnodigen. Ook voor morgenavond. Dan zitten we hier weer in het gemeentehuis. Is de stad van de Olympiastour. De voorbereidingen zijn in volle gang. En de finish zal morgenavond zijn aan de Europaweg. Ik hoop dat we een mooi evenement tegemoet gaan met elkaar. De vergadering is gesloten. Een fijne avond nog. En hopelijk tot morgen.